The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. ik ben hier aan u te verzorgen. Als het ergens over moet gaan. Zend de MSD! Dat is een feest! Ribbels of kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA. Vorige week hebben jullie de twee opas vertellen over hun vakantieaflevering gehad. Maar vandaag hebben we een echte gast. We hebben zelfs Royalty op bezoek. Onze gast is radiopresentator, auteur, columnist, stemacteur en podcaster. Hij begon bij Radio 2 Oost-Vlaanderen en Urgent, maar werd wereldberoemd in Vlaanderen toen hij iedere werkdag de Ochtend van Stubru presenteerde met sidekick Heidi Leenaertz. Zijn ochtendprogramma kreeg in 2006 de prijs van de radiocritiek. Klinkt dat niet prachtig? In datzelfde jaar kreeg hij bij Q, begon hij bij Q-Music, waar hij programma's presenteerde als Wim Oosterlink Showtime, de Wim O. Show, Wim en Vincent met Vincent Virus en ook maar weer de Ochtendshow. Hij schopte het zelfs tot programmadirecteur van Q-Music en begin 2020 verhuisde hij naar Willy, de digitale radiozender van DPG Media die vooral focust op rockmuziek. Daar werd hij zelf mentor van die andere Willy DJ hier in de kamer, wiens naam ik niet ga noemen. Voor tv deed hij voice werk voor programma's als Foute Vrienden, Kaat Co, In de band van Urbanus, De Smaakpolitie, etcetera, etc., hij is auteur van het boek Ik Wilde Geen Kinderen en nu heb ik er twee. En presentator van de populaire podcast Drie Boeken, waar gasten praten over de drie boeken die volgens hen iedereen zou moeten lezen. We zijn vereerd om zijn prachtige stem door onze microfoons te horen weerklinken. Welkom, Wim Oosterling. Hallo, welkom. Dank u. Ik kan ook direct al hoesten, zo. Zoveel, zo, zo, zo in die inleidingen altijd. Hè. Dat is toch altijd mooi, hè? Dat ja, was, heel ik, mooi. Maar het is toch tof Drup, als je zo op, na elkaar zo wat hoort ja, van, wat van... gedaan hebt. Wat, gedaan wat we ook doen. allemaal vergeten zijn dat je gedaan hebt. Vooral, ja. ik, heb zo, ik heb enorm veel tv-programma's zo ingelezen. Ja. Dus de, de voice-over, ga ik dat ze zeggen, ja, heb ja. er een paar genoemd. Ik ben die ook allemaal vergeten. Echt waar. Want dat zijn zo... Dat is schitterend. Ik heb ik ook... Uh, Temptation Island. Dat was wel een van de hoofdpunten van mijn leven. Ja. Dus uh, de, de reeks met... Uh, hoe heet die en van de... Van de hand en not the, the, the De ringho. Gr gringo. gringo. die. Dus ja, ja. die reeks heb, heb ik. De, de, de voice-over. Dus de stem die je hoort. Hè? dus ja, ja. De, be de beelden die eigenlijk de hele tijd tiest naar wat er komt. Dat is ja. dus mijn stem. En dat was echt geweldig ja. om te doen. Dat was super. <laughs> ik heb ze allemaal op Ik voorhand super, ook Dat is zo'n meme, zeg. Je, die het altijd <laughs> ja. talk to the hand. Ja, ja, ja. Because the face don't want to hear it anymore. Dat en was dus, ook nog de volledige zin, eigenlijk. Uh, en dus alle vriendinnen van mijn, van mijn lief, die, uh, die zaten dus elke week uh, te, te sturen. En mijn vriendin, wat, wat gebeurt er in de volgende aflevering? Want ik wist dat al. Uh, ja. Dus iedereen jaloers op mij? Dat was echt geweldig. Maar ik, heb dat, ik doe dat heel graag. Ze vragen mij dat nu. Nu nog altijd voor af en toe is om zo'n een, een tv-programma voice-over te doen. Ja. Het grappige is ook dat niemand weet dat dat bestaat, die job. Mm -hmm. Dat is zo'n job waarvan je dan zegt, ja. wat doe jij dan? Ja, je denkt dan ook gewoon... Voor een of andere reden denkt je dat die, dat die een verteller zo een, een of ander etherisch, goddelijk ja. figuur is dat ja. alles ziet en gewoon wat vertelt. Ja, en die, die ook dat's... zo... Zo, uh, ja, die, die bestaat precies nee, niet. Zo'n zo zo... soort alwetende aanwezigheid, die, waar niemand van weet, dat is zo de stem in het eilen, maar dat is wel de persoon die er moet zitten in een studio. Gringo heeft het moeilijk. <lacht> <lacht> en ook, dat, het, 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 dat is een functie die je pas, pas doorhebt dat ze bestaat als ze er niet is. Ja. Hey, als je dus, als het zou ontbreken, zou je denken van. Oei, het is zo ja. stil of zo. Ja, en ook zo, oe, maar waarom zitten die daar dan? En waar zijn we? In welk eiland? En wat voor een programma is dit? En waarom doen die mensen dat? Terwijl als er een zin komt: het is weer een feestje aan het zwembad, dan weet dat van aha. Het is wel niet te geloven, eigenlijk, dat je zonder VO Temptation Island niet zou begrijpen. Nee, nee. Maar toch, maar... Dat is een bizarre uitspraak, inderdaad. Ik moet, moet dat wel eerlijk zijn. Uh, zelfs een VO, begrijp ik dat programma niet. Maar zo, als je, als je het inleest dan, dan, en je zit daar dus en je ziet die, die montage voor u, ja. dan, dan snapt je ook nog beter hoe dat programma in elkaar zit. Ja. Namelijk, dat gaat eigenlijk gewoon over, over 10 seconden. Die op het einde zitten, drie kwart van het programma zitten, 10 seconden waarin er iets gebeurt of iets schijnt te gebeuren. Ja. En heel dat programma is een aanloop naar die 10 seconden. En het laatste kwartier is dan een terugblik op die 10 seconden, en een vooruitblik naar de 10 seconden van de volgende aflevering. Je dus is dat niet een beetje het leven, Wim Oostering? Exact. Goed gezegd. Hij is <laughs> een filosoof ja, echt ja, ja, Ik denk, als we een gast hebben die graag boeken leest, dan gaan we het daar toch over hebben. Is dit van u? <laughs> Super nanny, eerste hulp bij opvoeden. Ja, Andries, dat gaat je toch moeten uitleggen. Is dat nee? uw uh, boek, Andries? Uh, alles wat is daar is van mij, maar een deel, en dit uh, klinkt heel laf natuurlijk, maar laf, er is niks mis mee. Gaat je dat op iemand anders schrijven? Uh, sorry, oh, ja. Sowieso, sowieso. Ik het... heb niet mijn hartverdiende centen <laughs> aan dat boek gegeven. Maar iedereen kent dat. Als je een kind krijgt, dan krijg je heel veel mooie dingen. En dat. <laughs> en, en ook af en toe een ja, ja. <laughs> nee Ik denk dat het een heel interessant boek is van jo en, Frost. Heb ik ooit zoiets gelezen toen? Ja, ja je... ik, ik heb wel, dat is wel waar. Ik heb ja. ooit enige gelezen, maar dat is een andere. En daar stond eigenlijk. Ik heb daar al eens verteld, maar dat is wel de wijste les die ik daaruit gekregen heb. Dat gaat eigenlijk over alles van de bevalling, van het begin tot het einde. Maar het belangrijkste dat ik herinner is eigenlijk de minuut voordat je. Uh, of nee, de week voordat het gaat gebeuren, de, extra, de zeer extreme weeën. En dan stond er zo'n ene zin bij, een advies aan de man. Wat er ook gebeurt, ga niet weg van haar. Oh. En dat... Uh, het was heel grappig mm. en dat is op zich funny, maar het was zo half en half bedoeld. Maar gaat wel momenten dat je dacht: Weg. Oh nee, wacht je hier zien. <laughs> omdat, <laughs> omdat je niks goed kunt doen, hè, Wim. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, ik snap het. Ja, Kon jij veel goed doen zo, uh, zo... Ik, enorm, ik ben enorm steunend geweest. In mijn vriendin, die, oh. die, die ligt oh. daar nog altijd over. Die zegt nog altijd dat ik heel nuttig geweest ben tijdens de bevallingen. Want dus, we hebben twee kinderen. Waarvan het eerste kind. Dat is hier wel een staaltje matenaaierij, hè, man. Jij komt er zo aan mee. Was dat nou niet moeilijk dat je niks goed kon doen? Nee, nee ik heb alles keihard goed gedaan. Kei... Ja, pijnlijk voor <laughs> jullie, ik snap het. Maar, <laughs> maar dus, de, mijn, mijn eerste kind dat is echt geboren in het ziekenhuis, zoals het hoort. Dat was alles helemaal. Maar nee. ons tweede kind is geboren thuis. En was dat een keuze? Nee. Oh, oké. Okay. Mijn, mijn, mijn vriendin is uh, zo medisch geschoold. Ja. En, uh, uh, en um, die. ...had één ding in haar leven dat ze nooit wou. Dat is namelijk thuis bevallen. Right. Dat is iets van no way. Ik bedoel, hebben ziekenhuizen, dat dient daarvoor. U mm -hmm. moet dat daar doen. Alles is daarvoor klaar. Als er iets gebeurt, daar zijn dokters... Alles is daar. Ook Hun al jaren niet... afgeven op thuisbevallingen ja, mag... en zo. U <laughs> ja, <ja. Ja>, ja. <coughs> mocht dat, dat doen als je dat wil, maar zij wou dat niet. En toen... En we waren te laat van het ziekenhuis te gaan. Dus dat was niet zo goed. Dat was niet zo goed. Maar ze heeft toen allez, vrolijk over mij overgegeven en zo. Dus dat was echt heel gezellig. Ik, ik wil één vrouw ertussen gooien. Is dat, een, uh, is dat een hel of is dat een zegen? Een uh, lief of een vrouw hebben met een medische achtergrond? Ah, uh, ik vind dat... Eh, dat is dubbel. Mm -hmm. uh, nu moet ik oppassen wat ik zeg. Nee, nee. Uh, dat is... Uh, die, 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 je kunt daar eigenlijk alle medische problemen van de kinderen gewoon... Ah, ja. Eh, dus gewoon zeggen van... Uh, oei, wondje. Hup, voilà. Ja. Uh, maar het probleem is ook wel dat alles geïnterpreteerd wordt. Dus uh, als je zegt van... Uh, ik heb, uh, een, en mijn pink doet een beetje raar dat je direct zo een soort een soort ja, mogelijke kwaadaardige ziekte uh, uh, krijgt, op je lijf krijgt. Je? Dus ze zegt altijd okay. van, ja, pas op, dat kan dat zijn, dat kan dat zijn, dat kan dat zijn. Dus ze weet daar heel veel van. Ja. En dat is soms een nadeel, maar vaak wel een voordeel eigenlijk. Okay. Dus zo, voor de kleine dingen kan het soms goed zijn dat je denkt, oké, okay, ik weet dat ze altijd het juiste zal doen als mijn kind iets mankeert, maar dat jij afkomt met zo'n, ja, ik heb hier precies een pusje. Ja, dat is dood, hè. Ja, zo dat. dat, een <laughs> beetje zo, dat een beetje. Maar wat kind betreft, vooral dat, dat je het er zelf niet meer mee mee bezig houdt, eigenlijk. Kinderen zijn eigenlijk leuk. Wanneer je er niet mee moet bezig zijn. Hè? Zeer handig. Ja. Dat is toch iets dat ik ook geleerd heb met COVID. Dat ik dacht dat je die niet kunt afschepen op school of een of andere buitenschoolse activiteit, is dat toch godverdomme werk. Hè? En wel, dan op zo'n moment merk je toch hoe zwaar dat, dat is om zo'n kinderen een hele dag bezig te houden. Hè? Dat is ja. toch wel heftig werk. Ja, zeker als je dan denkt aan leraren van, van hè, zo, zo kleuteropvoeders of mensen. Zeker dat, jongens. die leeftijd dat dat zo ongeleide projectielen zijn die alleen maar alles afbreken. Dan denk ik echt, man, in een hele dag met dertig van dat soort exemplaren, die mensen verdienen echt een standbeeld. So, dat is echt een ridicule wat voor een job dat dan moet zijn, denk M ik. Ja. Mijn, zoontje, mijn zoontje, is vijf, is vijf jaar en hij heeft nu net, uh, ze waren net aan de rommelmarkt geweest, hij heet Bo, B O, en uh, aan de rommelmarkt geweest en heeft hij zo een, een soort pakket met soldaatjes, prongelijke soldaatjes gekregen, ja. en ook zo een robot die stapt. Ah ja, ja En die is geweldig, maar inderdaad, die schreeuwt heel de dag. Die ook heel de dag is die actief en die praat ook heel de, heel de, dag. de tijd. Maar ja. echt, ja. van s morgens tot zaterdag. We kunnen echt gewoon, hoe altijd, je weet altijd waar die is, want die praat heel de tijd. Hij denkt van, hoe kunt je nu zoveel te vertellen hebben, hè, dat je s'avonds om zeven uur nog altijd aan het babbelen bent? Mm -hmm. Maar dat is zo bij dat mannetje, Het is echt uh, indrukwekkend ja. eigenlijk. Alright. Wim, kun jij bij micro een klein beetje lager zetten? Want dat is wel mooier op beeld. Het zit zo recht in je gezicht. Dus uh, als je hem echt een klein ja. beetje. Wachten, als je hem knopt. Eerste? Oké, dan kunnen we hem zo lager zetten. Mooier in beeld zijn. Mooier in beeld, voilà. Alright, cool. Ja. Merci Wim. Sorry dat ik u een uitleg onderbrak, want dat was. Uh... Ja, maar ik snap het. Die, die stoppen niet meer praten. Mijn, Louis C.K., comedian, heeft daar zo'n mega-goeie stuk over: over zijn eigen dochter. Dat hem zegt: I could be in a shootout with the cops. And I'd still have to say: Yeah, honey, sometimes dogs are brown. Omdat die zo die so <laughs> en ook dat ding, wat ik ook zo goed vind: is die zegt: ik heb, die is zes jaar oud en ik heb letterlijk alles kunnen missen. Dat die gezegd heeft, want er is echt niks interessant aan. Maar die babbelt heel de tijd, maar die heeft nog nooit iets gezegd. Waar ik van denk. Maar dat is nu eens een inzicht. Zo, en dat is zo goed om kinderen he. die, die non-stop. Dat is ongelooflijk hoe dat, maar dat is wel eigenlijk wel ongelooflijk boeiend hoe dat, dat, hoe dat, dat brein, dus ja, ja. Hè? hoe dat, dat al moet functioneren en hoe dat, dat zich ontwikkelt daardoor. Ik vind ja. dat zo fascinerend om te zien. Ja, je ziet, die, je ziet die eigenlijk, je hoort die hun eigen vullen met informatie ja. terwijl dat die ja. zelf praten. Hè. Je voelt dat die, dat die aan het leren zijn ja. en dat is zo geweldig. Dat vind ik wel geweldig aan kinderen ja. dat je zo die ziet en voelt leren. Ik weet dat zo bij mijn dochter, dat wij die is nu negen, Roos en toen dat wij um, de extra toegeving. Dat ik altijd de neiging had om dingen te beginnen uitleggen. Zo, te zeggen: van mm -hmm. kijk, dat is dat en dat is dat. Of zo. We, spe we spelen ook vaak zo met taaldingetjes en zo. En hoe snel dat die dat oppikken, ja, ja. dat is niet normaal. Dat is ongelooflijk. Dat is die absorberende spons ja, waar echt. je wel van voelt. Hoe ouder dat je wordt, hoe moeilijker dat dat wordt. hè dat is... dat gevoel ja. zelf? Uh, yeah, yeah. Ja, een beetje. Okay, ja. ja. <lacht> <lacht> nu, we zijn toch over kinderen bezig. Ik heb echt een boek geschreven. Ik wilde geen kinderen en nu heb ik er twee. Dus ik neem aan dat dat de grootste waarheid is die je ooit hebt verteld als die. Ja, 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 ja. 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 Ik, wou dat, ik wou dat echt niet. Ik wou echt vroeger, uh, dat was echt zo mijn, uh, maar al, altijd al hè. Zo had ik echt zoiets van ik wil geen, ik wil dat gewoon helemaal niet kinderen. Ik wil ook geen lief, maar ik wil ook geen kinderen. Mm -hmm. En, uh, maar ja, op een bepaald moment kom je dan toch zo de vrouw van je leven tegen. En dan is die zijn prijs... er altijd verantwoordelijk voor, <laughs> ja. die vrouwen van ons leven. <laughs> en het is geweldig hè, want dan En wat er dus wel gebeurt op het moment dat je die kinderen dan krijgt, is dat, er toch zo, dat je toch beseft dat er een soort eh, levenspad eh, voor je opengaat, ofzo, mm -hmm. dat je eh, eh, een, 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 dat je nooit had bewandeld zonder kind. Want je kunt zeggen wat je wilt, maar er is geen enkele ervaring die daar blijkt. Yeah, Kinderen krijgen en een yeah. kind hebben, er is, geen, er is niks dat daar dat hetzelfde is als dat. Ik weet niet, misschien een huisdier. Ik weet dat niet, ik heb dat niet. Maar nee. ik denk dat niet. Nee. Dat en... dat toch nog anders is. Je kunt echt houden van een hond. Hè. Ik heb er een en ik zie die graag. Ook, ook iets. Ik wou nooit een hond en nu heb ik er een. Dat zou een boek van mij kunnen zijn, wat ook zo is. is dat... Ook weer door die vrouw van mijn leven en mijn dochter, de twee zelf. vrouwen van mijn leven, die dat dan per se in een hond wouen. En nu is dat inderdaad een dikke maat van mij. Ik zie die heel graag. Maar ik denk. Ja, je weet dat... gewoon, er is zoiets aan, als je doodgaat, oh. dat is een, een triestige dag. Maar dat de, de volgende week gaat je leven echt klakkeloos verder. Echt, ja, maar ja, dat ja. gaat niet zijn met je kind. Nee, nee. nee. Het is zo, als op het moment dat je een kind krijgt, en ik voel dat eigenlijk nog altijd elke dag, dat er zo een soort. Een soort, ik noem dat een soort laag van emotionaliteit over u, over u gaan liggen. Zoals was, was, was Slijm in zo een van die films die hier staan. Uh. Zo, hè? Maar zo'n laag van emotionaliteit. En dus je kunt eigenlijk nooit meer. Ja, zo'n filmpje van, van Iets Mijn Kind dat, dat misloopt of zo. Dat gaat, allemaal, dat gaat toch allemaal. Bij mij is dat toch zo? Misschien <laughs> is dat bij u niet? Ja, bij mij is dat, dat, dat is keihard dat, waarde, dat, nee. dat, gaat, dat gaat gewoon niet meer. Ik herinner ja. mij dat. Dat, maar dat, kan ik, dat vind ik echt verschrikkelijk, dat beeld van dat manneke, dat vluchtelingsken, dat zo op zijn buik lag. in ja, het water, ja. Johan, ja, dat, ik kan dat gewoon ja. niet, niet aan. Nee, ik kan maar dat, dat niet Ik denk, aan. Ik denk niemand met een kind kan nee. dat dan. en daarvoor kun je dat wel aan, ja. Dat vind je dat misschien erg, maar op het moment dat je een kind hebt... Ja. Dat draait gewoon dus, daar. Het is nog erger, denk ik, dat, zeker als, als comedian sprekend dan, maar dan kun je er nog een smerige mop over maken. Maar dat je ineens een kind hebt en besefte dat dat, dat, dat dat wezentje ouders had. Ja, en wat dat, dat moet zijn als dat uw kind is. En dus op, op een bepaald punt denk ik ook wel dat kinderen ons softer maken, maar ik vind dat ook niet slecht of zo. Nee, het is gewoon, hè? Het is ja. gewoon ge, ge, eh, blijkbaar gebeurt er met u iets dat toch ook in u zit, ja. maar dat je niet had. Ik was ook veel zo, ja, zoals je vertelt als comedian, veel cynischer, Ja, of zo, ja sarcastischer, ja, ja. Zo veel harder gewoon in alles. Ja. En je en blijft dat natuurlijk wel in u hebben, maar ja, ik zeg het, die laag die zo op u komt, die alles zo gevoeliger maakt, zo, mm. zee, waarin dat je ook eigenlijk, ik heb dat ook met zo. Uh, het beledigen van mensen, zo ja. bijvoorbeeld. Hè. Ja. Wat, je zo, wat bij u natuurlijk bij als comedian <laughs> relevant is. Dat is allee, een he? klein beetje een <laughs> uh, deel van de jobomschrijving. Ja. Ja, voilà. <laughs> en wel, dat, je zo, dat verandert toch wel. Mm -hmm. Door een kind verandert uw houding daartegenover. En ook als je het dan hebt over allee, alles wat er in, in de samenleving gebeurt en, en alle gevoeligheden van vandaag, bijvoorbeeld, waar we het vaak over hebben, ook daar, je staat daar gewoon gevoeliger. En ik denk ook begripvoller. Ja. Of zo. Ik zeg niet dat mensen die geen kinderen hebben dat niet hebben, maar mm -hmm. het, is toch, het, is, het heeft echt een effect op je, op je lijf zo. Ja, denk het wel. Want ik vond het interessant wat je zegt. Je zegt van ik ben een pad gaan bewandelen, waar ik echt totaal niet van gedacht had dat ik dat ging doen. En wat had je dan nog gezien? Buiten uw gevoeligheid? En er nog andere dingen waar je van denkt: dit is. Wat? Eh, want dat je die, die titel vond, vond ik al zoveel zeggen, nu heb ik er twee. Dit ook vooral omdat het een titel ook niet af te leiden valt. Of dat je het dan ook nog goed vindt of niet. Wat, wat doe ik eigenlijk wel? cool is een nou, keer tweeën. toen doet mij een beetje denken. Wederom hè, nog een andere comedian uh, citeren, Theo Maassen. Die zei: Ik dacht vroeger altijd, kinderen is niks voor mij. En nu heb ik er. En nu weet ik het wel zeker. Dat, <laughs> dat, ik weet, ja. Ja. dat maar, je ook denkt: ja, hoe, hoe, hoe heb je dat eigenlijk ervaren buiten het gevoeliger worden? Zijn er nog andere dingen dat, dat je hebt meegepakt? Ja, wel. Dat, het is gewoon zo dat je dat. dat, dat, dat dat pad, Allee, het is wat ge, wat ge, eigenlijk de, de essentie, denk ik, is van. Als je geen kinderen hebt, dan denkt van: ik wil dat niet, want ik wil mijn vrijheid niet opgeven. Hè? Mm -hmm. Ik wil eigenlijk, en dat is zo, wat ge, zo wat ik, in mijn hoofd is dat als volgt: hè? Uh, ik wil vanavond kunnen beslissen om naar Parijs te gaan met een Thalys en daar te blijven slapen en dan morgen terug te komen. Dat wil ik kunnen, dat is mijn vrijheid. En dan denkt hij van: Ik ga dat nooit doen. Hè. <laughs> eh? Ik krijg je nooit kinderen of niet? Ik ga dat toch nooit doen. Die vrijheid, dat is een beetje nozel. Hè? Ja. Dat, is een beetje, dat, is, dat is gewoon niet waar. Mm. Ik je, dat is helemaal niet waar dat ik dat mis, ja. omdat ik een kind heb. Dat is gewoon ja. onzin eigenlijk. Je maakt jezelf een beetje iets weg. En wat je natuurlijk in de plaats krijgt, is ja, wat we net hadden, hè, zo wat ik zei: van, dat je ziet dat zo'n menske. Uh, groeit en intelligent wordt, dat is natuurlijk een fenomenaal ervaring, dat, dat ook, dat je natuurlijk je eigen ziet gespiegeld worden. Mm -hmm. Ik denk dat we dat ook allemaal kennen. Dat is ook, hè? Mooi, dat is ook mooi ons ego, hè? dat we het dan toch weer op ons eigen betrekken. zo dus je ziet, dat kindergedinkt dat deed hem van mij. Ja. Wanneer dat hem ja, iets tof doet en steeds iets vreselijk is, dus een moeder, dan je hem als een moeder. Maar zo, maar zo dat, je je, dat je je bewust wordt van een aantal dingen waar je niet echt bewust van waard. Ja. En dat is toch was, al... wat was dat bij u? Bij mij. ik ja. uh, moet het niet allemaal zeggen. Nee, zo... nee, nee, nee. Nee, ik zie, ik zie, mijn dochter die leest superveel, maar echt superveel, en die is, al ja, ge, gevoeld. Dat introvert een beetje of zo. Wat natuurlijk heel schoon is, dat hij daar, daar zo in haar zetel zit en leest. En zelfs eigenlijk als er een verjaardagsfeestje is van haarzelf, dat hij soms, hè, na drie, vier uur verjaardagsfeestje. Ik heb het wel even gehad van... met die andere kinderen. Ja, ik ga nu in de zetel gaan lezen. Eigenlijk. En daar denkt van, nee, 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 het is uw verjaardagsfeestje. Dat mag niet. Maar daar denkt van, oei, maar dat heeft ze wel van mij. Ik ja. herken dit wel. Eerlijk, ik zou, dat ook, ik zou dat ook willen. En dat is natuurlijk zo. Allez, dat is, die spiegel dat is confronterend, mm -hmm. maar wel schoon omdat het uw inzicht in uzelf ook ergens verdiept of zo, denk ik. Ja. Zoiets. En uh, ja, ik vind, dat, ik vind het, heel, het is heel ontroerend. Het is ook heel grappig soms. Dus ja, fijn. Ik vind, ik vind het soms ook leuk om te kijken naar dus We hebben allemaal bijna. heel de vriendenkring heeft dochters. buiten één iemand ah, ja. dat een zoontje heeft. Of twee. Er dus, zijn er weinig. We hebben bijna allemaal meisjes. En wat ik. Um, dat ga vreselijk klinken wat ik nu zeg. Maar ik bedoel dat kijk hoe. Is dat ik mijn dochtertje bezig zag. Als ze klein was. En dan echt. Oh mijn god, ik kunt er niet aan doen. Zoveel zo van die dat vrouwen, het halen, dat zit er gewoon in. Ja, ja. God doet dat gewoon. Van klein af aan, zo, zo, zo ja, van die dingen wel. doen waar ik van denk, dat heb ik u helemaal niet ja. aangeleerd. Dat heeft niemand gedaan, ga ze thuis gewoon aan doen. Ik heb dat zo, ik En heb ik, ik vond dat gewoon heel mooi om te zien ook. Ja, ik heb dat met, dat, met mijn, mijn Roos op school, dus die komt dan thuis, ik fiets, met haar, ik herhaal van school. Ik heb de ochtend op de radio, dus, dus mijn vriendin brengt ze naar school en ik ga ze halen in de namiddag. Mm -hmm. En dus dan ik fiets met haar naar school. En dan vraag ik, hoe was het vandaag? En wat zij altijd vertelt is um, die vriendin heeft ruzie met die vriendin en die, dat groepje heeft ruzie met die en ik wil ik ben het gaan goedmaken met dat en ik heb dan gepraat met die en ik denk, ik denk van ik was daar vroeger helemaal, helemaal nooit mee bezig. Nee. Die, nee. Dus waar zij en ik hang dat ook wel inderdaad aan het iets, iets dat je vrouwelijk noemt maar ik weet niet dat dat eerlijk ja, ja. is maar ik ja. doe dat ook wel ja is zo heel, het, het hebben over het relationele ja. maar ik vind het allemaal ik dat wel fantastisch qua dat ik dat meer had dat ja. ik dat meer had maar zij heeft het bijna de hele tijd als echt als meisje van zeven jaar zes zeven jaar vroeger paar jaar geleden al uh, over het relationele. Gewoon niet over, hè? Dat, is, uh, is dat? dat wordt alleen maar meer en meer, hè? Vriendinnen en ruzies en onderling, en de die heeft niet gebeld, en het was een feestje, en waarom doet hij zo, en dat, dat, is, dat is dat, hè? Dat is toch echt bizar, hè? Nou, terwijl Bliet. die andere vriendin van ons, die dan een jongen heeft, hè? Wat, wat ik daar zo funny om vond, was. zo'n superklein manneke, want die is nu drie jaar, denk ik, maar die, die heeft ook dezelfde verjaardag als mijn dochter trouwens. Ze zegt letterlijk op dezelfde dag. En. Uh, die, ik weet, die was twee of zo, en die kon zo wat wandelen. En die komt binnen, en we zitten zo op, op het terras buiten, en er stond zo'n lamp. En die pakt gewoon die lamp op en die gooit in de tuin. Maar dat is zo'n destroyer, zo. alles zat hij in een rok trekt, die hem omver. of die is altijd zo etend. Je ziet die nergens naartoe wandelen en je denkt: nee, 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 nee. En dat is wel wat meer hoe die jonge, kleine jongens zijn afbrekers. Ja. Daar ja. zitten zo de hele tijd naar te kijken je ziet er niet zo'n lamp dat doen zo, Nee, 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 nee. Dat is de hele dag gedaan. En ik vond dat toch frappant, als je ziet met hoeveel meisjes dat wij allemaal zijn opgegroeid, dat die dat veel minder deden. Dat is opvallend. Dat die zaten veel meer in de kring ruzie te maken en jongens zitten altijd aan het zeggen laat dat staan, blijf eraf, ga van die tafel af. Maar Zodat, toch... En, en, toch, en toch blijf ik zo denken van... Want daar wordt, wordt over gepraat zo van mm -hmm. waarom dat je niet kinderen genderneutraal opvoedt. Hè? Ja. Waarom, hè? Dat, dat... En als je dat ziet, dan denkt je van. Ja, good luck, hè? Ja. succes. Ja. De, de Mijn jongen, Bo is heel technisch. Die is heel technisch echt. Die, 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 vanaf zijn twee jaar was mm hij -hmm. heel tijd bezig met hoe zitten dingen in elkaar. Hoe ja. werkt het? Hoe, waar gaat dat draadje, draadje of, of dat knopje naartoe? En, dus, en hoe kun je dat uit elkaar halen of weer in elkaar steken? En dus heeft hij nog wat technisch? Ik ja. vind dat is zo. Ja. Zeg, nou, zo bizar hoe dat vanaf zo'n jonge leeftijd. Terwijl dat ik. Echt niet technisch, mijn vriendin ook niet technisch. Mm. Waar komt dat vandaan? Mm. Hoe zit dat erin? Eke, dat is fascinerend. Dat is heel dat is... weird, hè? Omdat je soms zeg... denkt: is een, is een kind eigenlijk. Uh, eh, want er wordt toch vaak gezegd: oh, dit en dat. Maar je nou echt naar nou een kind kijkt, Heel dikwijls denk ik: daar zegt 10% ik en een gij met mijn vrouw. En dus 90% geen idee the <laughs> dat dat wat de fuck dat is. Want er komen echt dingen net <laughs> dat ik denk: ja, dat is wel die persoon. Dat is. Dat, 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 daar hebben we niks mee te maken. En ik vind dat ook een mooi ding. Want wat je zei over dat genderneutraal. Hoe, dat, hoe dat ik dat dan deed in mijn kop. was gewoon zeggen: heel de speelgoedwinkel is voor u. Ja. Als die eraan komt en die een een actionman vest. of van een, een tank. ja, dan krijgt hij dat. Maar als het een roze Barbie is, dan is het een roze Barbie. En het waren altijd roze Barbies. Dus dan denk ik ook. ja kon, eh, of knuffels met grote ogen. Of van die rare kleine plastieke prulletjes. Dat dan zo. Eh, een stuk sushi met ogen. Of zo van die weirde. Gestoorde drugshit. Waar dat die kinderen dat allemaal mee. Dus, sushi maar... met ogen. Ja, toch? kinderen en niet zo. Je gaat zo eten. heette Shopkins. En dat waren zo van die kleine plastieke. Um, ja, hoe zeg je dat? Dat was zo etenswaren en een potje choco met ogen. En, en dat kocht die. En dat was een Ja, ik zal dus het laten zien. Dat is, dat is moet ik drinken, compleet die is een... absurd. Maar dat was, mijn dochter was er heel hard toe toen ze klein was. En dat is inderdaad roos verpakt. En dat is eh, met grote oogstjes en dit. Maar als hij nu naar mij was gekomen en had gezegd Papa, Star Wars en Marvel, dan had ik gezegd Dat zal het zijn. Ja, dat is ja, mijn nee. idee van genderneutraal. Ik vind dat wel fascinerend. Ik... En toch, die deed dat niet. Ja. Dus ik heb ook nooit gezegd, nee, nee, dat is voor de jongens. Hè. Je, moet, je moet naar daar. Nee, nee, maar nee. Dat, was, dat was ook geen issue. Die was zo... En ik stond bij Star Wars zo, oh, cool. En dan zo mijn dochter gaan zoeken met de roze stuff. En denk ik, all alright, dat gaat toch dat worden dan? <laughs> of prinsessenkleedjes. Eh, als ik zeg die komt eraan en die zegt ik wil een commando zijn of een soldaat, en dan denk ik, alright, soldatenpak, ridderpak. Nee, nee, roze kleedjes. Ik vind dat een beetje spijtig. Wat? Dat dat zo klassiek blijft. Want ik ja. merk het ook, hè, ik merk het ook dat ze dat, dat, ze dat allebei zo ergens nee. soort techn in een soort. Klassiek patroon blijven en ik vind dat een beetje, beetje spijtig. Is dat, is dat, ik vraag mij eigenlijk een klein beetje af met genderrollen of dat dat niet zo'n een beetje een kip en het ei verhaal is. Ja, zijn, we, zijn we bepaalde karakteristieken gaan toekennen aan vrouwen en zijn die dan zo geworden? Of waren die zo en zijn die karakteristieken er dan bij gaan horen en heeft dat dat eh, versterkt? Ik denk dat, het een beetje, dat, dat je die uitleg nooit gaat hebben. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk dat dat het meest frustrerende eraan is. Ik denk, wie was dat? Dat hier zat, hij dat keigoed goed heeft gezegd. Vond ik, was hij, het hij Hattie, denk ik, had hij helsmoord? Omdat ik ben niet zeker, die zei van ja, als je babbelt over nature en nurture, het antwoord is: we gaan het nooit niet weten, want ja. je kunt die niet in een situatie zetten dat die er niet allebei zijn. Dus je ik, kunt het niet testen. Ja. Dus ja, ik, ja. Denk, ik denk dat dat, 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 dat zoiets is waar we toch wel mee gaan moeten leven: dat je niet alles onder controle hebt van hoe dat je iemand maakt tot wat hem is. Denk alleen dat het enige dat je kunt doen, of het beste dat je kunt doen, is iemand een idee geven. Wat daarna weer gepakt Ik zoek het op in de wereld van Sofie. Is dat je, je filosofieboek? Uh, nee, 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 doe maar. Ik kon wel doe maar. Zeggen. In het midden van mijn netwerk, uh, Wim Oosterlink. ik zag dat plots staan en dacht: hier gaat de oplossing in staan. Nee, hè? Gewoon, nee, doen, doen, gewoon, nee, gewoon de wereld van Sofie, ik moet wel zeggen: daar kun je veel over zeggen, maar ik heb, uh, ik heb ooit uh, uh, rechten geprobeerd. En ik was zo'n zwaar gebuizd op filosofie. En achteraf denk ik wel, als ik dat boek gelezen had en ik had het gesnapt, dan had ik waarschijnlijk doorgewoond, want ik heb het later op, UNIF, op een andere richting, was ik er wel door. Mm -hmm. En dan was het wel, omdat dat boek eigenlijk doet, is de basis van iets zeggen, een ja. samenvatting. Ja, oké. Okay. Dat sorry. is een mooi boek wel. Ja, maar ik heb al vibe gekild Nee, helemaal niet. Ik. Ik heb gij, geen vibe. Wat ga je het zo Ja, ik kon die niet goeien, ik nee, ik dat het niet goed overzeggen. ik was gewoon benieuwd. Hoor. Ik zag dat boek staan dat gaat over, het is echt een, het filosofische probleem van nature-nurture. Ja. Uh, dat we aan het uh, behandelen hier, in de podcast. En ik dacht, hier filosofie? We gingen het eens even zeggen. Daar ging ja. het eigenlijk over, hoe dat het zit. Maar weet dat was... je laat hem even zeggen hoe dat in elkaar zit. Van nature-nurture-dinges. Oh man, dat is zo Precies, of ik weet dat. Ik zeg ook maar wat het me een nek aan het lullen. Het We... staat naast de Koran. Naast de Koran, dat is het ook in staat. De Koran is ook een goede voor in uw kast hebben staan, vind ik. Ja. Ik ben er ook eens om begonnen en ik moet zeggen: het is hard read. Dat is geen gemakkelijke nee, om te lezen. Nee? Ik vind dat niet. Het is gedaan. allemaal jamben en, en, en het is een beetje in, in dicht. Poëtisch. Het is Oef. poëtisch. Ik vind dat ook al zo. Als je zo dat je, ja. ik, 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 ik denk dat dat bij de. Wie was dat? Met de, uh, Michel van den Bossen? Uh, ben je in de drie in de drie, podcast, boeken, drie boeken? Je ziet dus op dat met zich van ja, uh, dat is blijkbaar. <laughs> ik moest er wel mee lachen. <laughs> Het is zo één onhebbelijkheid. Dat je eigenlijk. die komt binnen en is alleen maar met een boekenkast bezig. Als je naar je op bezoek gaat <laughs> mm -hmm. ah, gedacht dat je nog onhebbelijkheden had. Die heeft niet genodigd, je nut. En het eerste uur ziet hij het niet. Nee. <laughs> maar niet zo van. Waai, dat is cool dat hij interesse is. Die is echt weg. Van een asociale ja, zak. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, Jij uh, dacht dat die zijn onhebbelijkheid was. Die uh, heeft te verbeesten praten. Nee, nee, dat is gewoon. Nee, nee, he. hey, nee, nee, welkom. Dat is onhebbelijkheid nummer 893. <laughs> <laughs> wat hij zegt zelf, een bepaald zegt is het, ja, omdat je Ja, van een boekenkast. Als ik dat zie ja, bij mensen, dan, ja. dan, dan weet ik eigenlijk wat voor iemand dat dat is. Ja. En ik vraag me af omdat je aan een zusje zegt, wat denkt hij als zo iemand de Koran in, in, uh, in kaste? zijn kasten... Is dat dan progressief? Of is dat dan belerend? Of is dat een beetje pretentieus? Of is ja, dat. Da, da. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat allemaal eigenlijk. Uh, dat allemaal. Maar gelukkig heb ik ook... De Super Nanny boeken. Ah, natuurlijk. De dingen moeten dan uitbalanceren. <laughs> nee, 3 <Andrie>, is dat <laughs> belangrijk. De Super Nanny he? dient om daar te veel. Ik denk dat heel die kast in uh, een grote uitbalancering is. <laughs> dus, uh, <laughs> bij bij <laughs> mij was dat weer zo'n luiheidsding. Van ik koop de Koran en ik denk, ja, als ik, als, ik, als, ik, als ik dingen ga maken en grappen en ik wil over, over religie praten, wil ik weten waarover dat ik het heb. Ja. Dus ik wil ook die een boekjes lezen om de om, om, om the the whole picture te hebben en dan zitten weer te lam om dan zitten zo tien bladzijden ver en je denkt dat maakt dat is fucking vermoeiend hè? zo wel cool en zo want ja. mooi geschreven en al maar gewoon denk ik dat. Pff, ja. zo fuck hè, is er zo geen korte zo, zo, zo samenvatting Wikipedia diagonaal doorlezen, ja. dat je toch ongeveer weet waarover dat je bezig bent? <laughs> dus het is zo het is ik zo... vind wel ik vind wel zo, wat die, wat de, de Bijbel leest dat ook en de, de Koran hebben dat ook je kunt veel zeggen over ja, wat je vindt of niet vindt. En veel van die dingen kunnen soms, als je niet gelovig is, wat doorprikken. Maar ik ken dat altijd wel als je zo. Ik ken dat ook zelfs als ik een Bijbel zie liggen. Als je die een boek zie liggen, mm -hmm. dan denk ik altijd een pak minder funny of zo. Een pak minder uh, funny. Want ik heb altijd... Die een boek, dat is precies dat je wel zo in je ogen ziet van. Heb je daarna die, nog iets te dat zeggen? Hij, dat is dat wel een... heeft wel, <laughs> wel een gewicht of zo. Die Koran, Ay, dat is wel zo... Oh, nee, dat is wel zo... nee, lekker. Wel tegen, zo... uh, zeg, als... het allemaal... zeg het allemaal tegen ja. hè. Ja. Zeg het namelijk eens in zijn gezicht, ja. gezicht ja. Tegen Alla. Dat is veel praat. Hè? Achter zijn rug. Zeg, ja. zeg het namelijk hè. Naast Spaans voor dummies. Nee, dat <laughs> weegt <laughs> ik. <uit. Stop. laughs> ja. nee. Wim, ik vind het wel jammer dat je van de laagste regio's <laughs> van mijn... laagste regio's mijn uh... de referentie voor iedereen. Hè, zegt dit? Boem. Mm -hmm. uh, doe even open en ondervraag maar. Ik zal eens zien wat. Ah uh oh. Ja, jongen, kijk daar. Nee nee, 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 nee. Wat zijn Mexicaanse mem memelas? Memelas? Memé. Dat klinkt als tieten. Ik weet niet waarom. Uh, Memelaar. Memelas. Is dat niet eten ah, of zo? Ja, dat ja, is eten. Ja. Zijn, zijn dat niet -e gebakken? Of... Oh, 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 okay, ja, oh, yeah. dat is zo'n oh, nerveuze gast. Dat is echt zo goed. Oh. 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 But, ja, die okay. zijn niet zo eten? Ja, correct. Ja. Net, als uh, ik net... me niet vergis, zijn dat oh. dingen die zo in de staten Guerrero of okay, zo van die mensen. ja. Uh, uh, Oh, dat is goed. Hij ja, gaat inderdaad naar de onderste rion die hem daar gezet heeft, zodat het niet in beeld komt. Ah, dat en dat gaat zoiets. Zet, ah, oh, dat is niet door. Dat, is niet, dat, dat, is dat niet soort bewust. nonsens heeft hij in die roek staan. Zodat oh, zal... de dingen dat niet in beeld komen. Ik zal nu enkel de boeken helemaal bovenaan van Buffy the Vampire ah, Slayer, nemen. Ah, ah, ah. Maar dat zit ook niet in beeld, Wim. <laughs> <laughs> het is wel dat Wim voor de radio au, au, werkt. Au, au, au. Wim, je denkt niet in beelden. Uh, feilig, feilig. <laughs> Een kom... ted achter het gordijn, dat is, ook... dat teddybeerke, dat is toevallig. Uh, Heb nee. je die film nooit gezien? Nee, zelf niet, maar. Uh... Ja, dat is, dat is zoiets waar je de fout van kunt maken en denken: ah, met een teddybeer, het is voor de kinderen. Maar ah, daar nee, uh, ah, dat nee. kun je het beter nog even niet okay. doen. Eén keer, één keer drukken op die knop straks en. Uh... Ja. Echt? ja. Oei, dat is een vuil gebiktste. Ah, kijk. Ja, Dat is een teddybeer die tot leven komt door een wens van een kind. En dat wordt dan een beste vriend als kind ook. Maar die groeit natuurlijk op. Dat wordt Mark Wahlberg. En die zitten zo met twee jointen te blowen in de zetel. En die teddybeer wordt eigenlijk die vervelende maat die je niet verhuist. Ah, ja. so, dat is eigenlijk een beetje het idee. En er is zelfs een moment dat je in een supermarkt gaat werken. En dat je dan zo een of andere dienster. Uh, met een, wat was het? Ik weet niet meer wat het was. Zo'n soort, uh, ja, ik zal hem maar zeggen, een courgette of zo. Dat is hem daar is hij er mee bezig mee. Hoor. En dan zegt hem de legendarische zin: Ah, oh, stick your finger in the loop of my tag. Eh, omdat hij zo'n kaartje van achter. Zo, zo, ja, dat is zo fout. Dat is echt enorm fout, maar wel heel funny. De ja. eerste toch. De tweede is nog ja. ke slecht keislecht. Ja. Ja. Heb ik mijn eigen niet ongewaagd, maar uh, zo zie je maar wim. Ik ja. ben eigenlijk ook uh, genderneutraal waar we er straks nog bezig. Ik ben eigenlijk Jaloers op uw nagelakken. Ah, ja. Dat is mega cool. Heb jij dat ooit gehad nagelak? Ik heb daar um, mij ooit eens aan lang geleden, maar ik was niet dapper genoeg om het vol te houden ah, ja. toen. Ik weet niet waarom. Het is ook een beetje een punk ding. Hè. Zo' Punk New Wave had maar, dat ook wel. Ja, ja, toen wel ja. ook, Maar ook met, in de metal. Metal brokken. ook, hè, ja, tuurlijk. Maar bij mij is dat. Um, ik, uh, mijn vriendin had een, had een collega mm -hmm. een. Libanese collega, denk ik, ja, uit Beirut. En um, die, uh, die, die vertelde dat hij zo na, nagellak op zijn. En ik had zoiets van, zo diep in mij, van: ik vind het eigenlijk wel cool, ik vind ik ja. echt wel tof. Zo, ik maar... vind, het, vind het ook altijd cool. Ik eigenlijk. dacht van: ja. ik ben echt te oud, ik kan dat, kan dat niet doen. Dus hetzelfde. Ik denk echt. ook: weet je wat dat is? Als ik daarna mee afkom bij mijn vrienden, hè, en die kijk nu naar de Andrees, maar dan heb nee, ik die helemaal zoiets. Weet... Really? Gaan we, dat, gaan we dat nu doen? Alex? Ja, zijn we ja, daar. Ja. Is midlife crisis <laughs> nummer 47 in aantocht? Kunnen we dat ook niet aan? Terwijl ik moet toegeven, als ik dan iemand zie die het doet, zing ik er altijd een beetje jaloers ja, op. Dan denk ik, ja. ah, cool, leg je toe. Ja, ja, dat, wel, ja. en, en dus, dat was een, 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 iets op, op bij Q, bij Q Music, toen ik daar werkte. Waar, waar, gingen we uitzenden op een school mm -hmm. voor het Goede Doel of zo? En dat was een school waar ze dus eigenlijk kapsters opleiden en stil, naalstilisten en zo. En uh, toen deden we een soort wetenschap dat ik mijn nagels ging laten lakken voor zoveel sms'en, 500 euro of zoiets aan sms'en. En, en um, toen uh, hebben we dat gedaan, is dat, is dat gelukt. Mm. En toen dacht ik van, het is het moment, ik ga dit laten. Okay, <laughs> want, ja. want als het voor de radio is, is het altijd een goede excuus om het te doen. Ja, dat is gelijk uw haarkleur dat ga je er straks al gezegd. Hè? Ja. Dat was ook dat ding. Twee dingen waar ik jaloers op was, uw mooie zilveren haarkleur en uh, uw nagelak. En je hebt dan even uw haar gekleurd voor de radio, dat was toch? Hè? Ja, maar dat was ook weer een andere actie. Ik heb al veel acties gedaan op de radio. Ja. Hey, dat, We hebben dat... ook allemaal kippensoep gegeten, dankzij u. Okay, dus, voilà. uh... heb ik ook. Uh, ja. uh, mijn haar was, was ooit la was heel la een lange <laughs> tijd lang. Mijn haar. Mm -hmm. Echt zo, ik had lang haar. Maar dat was eigenlijk mm -hmm. gewoon omdat ik niet naar de kapper durfde als ik geen goede kapper had. En, um, mm. en op een bepaald moment hebben we dan een actie gedaan op de radio. Waarbij dat ik mijn haar liet knippen en luisteraars dat ook konden ja, doen. En, zo. Ja, ja. en dat resultaat dan live te volgen was zo'n heel gedoe. Enfin, en dat was heel leuk. En die kapser had dat toen gekleurd. Omdat ja, ze de ja. eerste grijze vriendelkens erin kwamen. Mm -hmm. uh, en dat was voor mij een goede aanleiding om dat te houden. Om dat dus te blijven doen. Maar weet jij hoe lang dat, ja, dat, weet, maar hoe lang dat duurt om haar te kleuren bij de kapper? Hmm. Nee, yeah, ik heb dat yeah, nog nooit yeah. gedaan, maar ik heb het wel... Uh, allee, vroeger wel, ik heb dat eens laten afbleken, zo lang geleden. Ja. Zo de jaren negentig ja. afgebleekt, zo... Ja. Ja, eigenlijk pre mm maar dat kwam zo wat meer uit de hardcore-scene toen, toen die gelijk Biohazard en zo, en die, die bleekte nu naar af. Ah, en ja. ik heb dat toen ook gedaan. En hoe lang duurde dat in haar bleek. Ik weet niet, maar veel te uh, bleek het niet, maar zo uh, gewoon kleuren, jongen. Mm. duurde veel te lang, man. Dat soort uur. Is daar echt zo'n paar uur bij die kapper? Ik vind, nou, als die man, niet aan. ik vind altijd als iemand zijn haar, er was ook een tijd dat je zo echt donker kleurde, mm. maar zelfs al op een of andere manier, zelfs al is het keigoed gedaan, het is toch weer precies uw, 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 uw huid, of, of weet ik veel waar, dat dat niet matcht. <laughs> dat werkt ik ik niet mee. Ik, 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 ga, ik, ga. Ik. ik heb het beste voorbeeld. Nick Cave. Oké. Okay. Ik ben groot fan van Nick Cave, sinds hmm. tien jaar. Yeah. Ik vier dit jaar mijn tienjarig jaar jubileum als groot fan van Nick Cave. Goed gedaan. Uh, laat, maar beter laat dan nooit. Yeah, was... En dus die mens, die heeft dus... Het is eigenlijk heel boeiend om een keer online op te zoeken. Die heeft dus in een tijd lang heeft hij ging die zijn haar altijd maar meer achteruit, weg, he? die achteruit. werd kalender. ja, ja, ja kalender. en ja. We zag ook zo echt zo dat dat kalender werd. Ja. En op een bepaald moment, hup, heeft hij ineens nog volle kop haar, Prachtig, dus ja, 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 ja. die heeft echt zo im implantaten, uh, laten zetten. wat een mm -hmm. perfect, mijn man, allemaal goed. Um, en die implantaten zijn natuurlijk prachtig zwart gekleurd, hè? Ja. Uh, En dat ziet, dat ziet er heel mooi uit. Alleen, je hebt toch zo, met alle respect voor uh, voor uh, Nick Keef, je hebt toch zo een licht Eddie Wally-gevoel bij zijn haar. Dat is erg aan het zijn. ik weet het. Dat moet eigenlijk helemaal niet zeggen. Nee, maar... nee, ik vind dat dat is, cool. echt, dat is zo. Dus, dat is kweeio dat... grappig. Dus als als ook gaan gezo... veel luisteraars en kijkers nu zo weten Maar je moet echt een keer kijken naar... De... Of all people. Dus, ik weet het. Ik, maar, daar, ik weet, maar De recente foto's van Nick Cave, van de laatste twee jaar zo. Mm -hmm. Je moet daar een keer naar kijken en denken van... Eddie Wally. Mm -hmm. Zo. Dat... Veel te donker haar op die hem bleeke met die ja. Je ja, 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 denkt van. En zo ook gestileerd, met zo, met zo zijn, zijn golfjes zo'n beetje. Ja. Maar ja. ik wil even zeggen: als je Nick Cave en Eddie Wally intikt in ja. Google. Wat ik ben niet de grote Google SEO-kenner, maar Nick Cave, dat is een miljardenhit. De Eddie ook wel. Maar samen zijn dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zou dus wil zeggen dat echt niemand ooit de link heeft gelegd. Nick Cave <laughs> <laughs> en Eddie Wally. <laughs> <Niet? lacht> Heb je, je ooit nog eens een leeg Google-blad gezien? Dit hey. oh, is een leeg Googleblad. Ongelooflijk. Dat gebeurt niet. Ja, ongelooflijk, maar uh, Nick Cave, Amai zeg, Amai zeg. De rest van de resultaten is mogelijk niet wat je zoekt. Oh, te goed, te goed. We trouwens ook, ook Nu dacht ik toch over Nick Cave bezig zijn, want ik, ik, ik heb enorm hard gelachen met u. In de auto, en dat was. Uh, mijn vrouw is een hele grote Willy-luisteraar, zat altijd op in de auto. En, um, <nacht> en die ga waard bezig, en ik kon niet meer, omdat jij zelf ook zo hard aan het lachen wordt met die potsierlijke recensies over, over Nick Cave. Oh, en zo in die de krant, ja, 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 ja. ja, ja. Maar daar, ik ging er aan omdat ja, ik ook ja. eh, zowel de standaard als de morgen gelezen had met wat hij erover schreef, ja, en dat was op in mij dat dacht. Maar dan, dat is zo maar, mooi, dat moment dat je dat dan leest en je gaat in een auto zitten en je hoort iemand dat benoemen. Maar dat was ja, zo maar grappig. Ik heb, dat, ik heb dat eigenlijk vooral bij een sportverslaggeving in de krant. Oké. Okay. Als ik zo, ik lees, ik lees dat niet, hè? ik sta daar gewoon over. Ja. Zo, ik, heb zo de, ik sta daar over. De, maar soms voor mijn werk lees je dat dan toch eens, vooral om te zien dan, welke, over welke wedstrijd hebben ze het hier. En wat daarin staat... Mm. Wat ze schrijven over een doelpunt. Of een bepaald iets in de voetbal of in de tennis. Of over een Afrikiam of zo. Hoe dat ze dat schrijven. Dan, dat is echt zo, zo gekunsteld dat je eigenlijk niet meer snapt waar het over gaat. Vaak staat het er ook niet bij. Dus vaak staat er niet. Het is een voetbalwedstrijd. Dat staat er niet bij. Dus je moet dat allemaal weten zo. Of. Ja, ja. of dat dat dan de, de heenronde van de Champions League is. En dat Galatasaray, whatever, een Turks... Je moet dat allemaal weten. En ja. dan, als je het allemaal weet, dan mocht je dat artikel lezen. Dus daar is dat zo van die heel bizarre... En inderdaad, bij, ook bij concertverslaggeving is er zoiets... Dat dat zeer... Um, ja, dat journalisten, moet, om dat te mogen doen... ...moet je zeer ingewikkeld, met de meest bizarre metaforen... ...een concert kunnen beschrijven. Maar dingen die daar niks mee te maken hebben. En dat als je dat leest, dan denk je denkt van... ...waar heeft hij het over? Maar ik wou dat ik dat nu bij mij had, maar ik heb het niet meer. Maar dat was echt niet normaal wat hij daarover schreef. En ik, ook zo... Ik weet dat dat zo iets van de lijst van superlatieven... ...van wat gaan we nog gebruiken. Oh, He, zo, en, en, en je, je kijkt... dat is weer vijf sterren, maar ja... ...je kijkt toch ook niet naar de Sixtijnse kapel en zegt... Vandaag ja. is het maar vier ja. sterren. Ja, zo, 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 en dan denk ik ook, ze denken, maar we zijn er ja. wel allemaal over bezig. Dat was zo funny dat u oprecht compleet in de lach schieten met die nonsens. Daar moest ik echt heel hard mee lachen. Ja, 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 ja. ja. ja en wat ik, ook, wat ik daar dan zo allee, dubbel bij heb, mm -hmm. is zo natuurlijk dat journalisten in kranten hè, dat mogen. Dus die mogen over uw podcast uh, een verslag schrijven en daar dingen over zeggen. Ja. Niemand zegt dingen over wat journalisten in kranten schrijven. Ja. Niemand doet dat. Niemand zegt, zoals een journalist zegt over de, de podcast: wat, ja, het begin was goed, het uh, tv-programma, het einde was wat minder, uh, maar tussenin dat personage dat kwam niet goed tot zijn recht. En die vrouw werd wat raar afgebeeld. Zo, een een mm -hmm. verslag van iets, van een serie of zo. Hè. Maar. Eigenlijk vind ik dat dat ook eens omgekeerd mag. Dat ook, iemand mag zeggen van. Goh, het, artikel, het begin van het artikel was goed. Uh, daarna uh, trok het op geen kloten meer. Dat was ernaast, dat was een fout. Maar niemand doet dat. Dat wordt zo precies zo. Dat dit mag je maar in één richting. En ik ja, vind dat ja, ja. tof dat dan ik er in de andere richting gaat. Zo. Ja, dat was zeker. Ja, ik snap zeker wat je bedoelt. Is dat niet uh, dat, dat je altijd wat gehad hebt? Want uh, misschien even terug naar, naar het begin of zo. Je hebt al zoveel levens gehad in de radio. Maar je bent altijd wel die persoonlijkheid geweest. Voordat je. Begon, hoe word je als kind eigenlijk? Als tiener? Word je iemand. Zeggen ze van u, wat zat er altijd tien? Of toch mensen die schrokken van dat dit het pad is dat je gevolgd hebt? Ik droeg altijd t-shirts van Studio Brussel op de speelplaats, blijkbaar, toen ik in de lagere school. En dan zei ze: Ah ja. Daarna ging ik naar presenteren. presenteer. Nee, ik weet dat niet zo goed eigenlijk. Voor mijzelf was dat niet zo. Voor mijzelf, ik had niet zoiets van: Ik word radiopresentator. Je wordt niet, word niet zo'n kind verliefd op de radio. En zo zeggen: dat ga ik doen? Of zat dat er wel? Als, als ik, uh, ik, ik, ik luister zo vaak naar interviews met andere radio, vooral in Nederland en zo, en andere radiopresentatoren. En bij hen allemaal is dat hetzelfde. Die waren allemaal van, zo, van als kind al aan cassettejes aan het monteren. Ik was ook aan mijn cassettejes bezig, maar toch niet zo, niet zo intens. Maar als je achteraf kijkt, wat je natuurlijk gedaan hebt en wat je dan zo studeert of zo. Dan zie je dat een aantal dingen blijkbaar daar toch wel in samenkomen. Zo, en dat je, dat je toch merkt van oei, blijkbaar is het pad dat ik niet bedacht heb zo onvermijdelijk toch in die richting gegaan. Wat heb je gestudeerd? Wow. Ja, ik heb filosofie gestudeerd. Mm -hmm. Dat heeft nu niet veel mee. Maar daar kun je ook niks mee doen, dus dat valt eigenlijk gewoon weg. De wereld van. Ik heb de wereld van filosofie gestudeerd. Uh -huh. uh. Nee, uh, ik heb dat boek geleerd. Uh, I can je... think deep thoughts about being unemployed. <laughs> ja, dat, dat mooi. is mooi. Is dat een bekende? Dat is een, uh, een uitspraak. Ja, dat komt uit uh, een niet zo heel uh, de kunstige film Roadhouse. Uh, Met Patrick, Patrick Swayze, waar hij ja, zo'n ja. buitenwieper speelt. En dan zegt ze zo, you, you're a philosophy student. Uh, en dan zegt hij, ja yeah, so I could think deep thoughts about being unemployed. <laughs> wat ik goed. een fantastische ja, zin ja, ja. vond. Ja, ja. Wat zeer, zeer herkenbaar ook. Dat, ja. is zo, dat is een beetje waarom dat je die richting volgt. Ook, want voor de rest, wat ja, nou, kun je nu in godsnaam niet doen. Maar ik ben heel blij dat je dat gedaan heb, vond dat heel boeiend. Ik heb dan woordkunst gedaan, zo zo zo... Echt op een podium leren spreken. Ik heb, maar ik heb dan ook heel lang zo voordrachten en zo van die dingen eh, gedaan. En met, met, ja, met, met muziek wel bezig, zo gewoon geïnteresseerd. Heel erg heel erg grote fan van Studio Brussel. Vroeger, als kind, echt zo. Mm -hmm. um, en als je dat dan allemaal zo ziet, dan denk je van, ah ja, Precies, komt dat toch allemaal wel zo? zo ja. Dat pad op van die, van die radio. Terwijl dat ik niet zat van dat, wil ik ik nu worden, radiopresentator. Eigenlijk zelfs omgekeerd. Ik had ooit een keer um, als kind meegedaan op Studio Brussel uh, um, met, met een spelletje. Uh, iets winnen. En ik had dat opgenomen op cassettes toen nog, lange lange tijd van, van toen. Ja, hè? weet je nog. Of <laughs> ja. een cassetje opgenomen. Lang vervlogen tijden, op... kinderen, cassettes <laughs> <Dat. hijs> En ik had dat opgenomen. En ik, had dat, ik, ik luisterde dan achteraf, zo ene keer heb ik daarna geluisterd. En ik was zo gegeneerd door mijn eigen stemgeluid, dat ik dacht van, um, oké, okay, als ze al ooit... Maar dat was ook helemaal niet erg, want ik, dat was niet mijn ambitie. Mm. Maar ik dacht van, ja, ik ga sowieso nooit op de radio presenteren, want hoe... Verschrikkelijk klonk ik hè, aan de telefoon. Mm. Hè, dus, dus dat was dat, dat was niet mijn, mijn ambitie. Hè? En als je dan ziet dat dat dan toch uiteindelijk. dat je dan dan heel je leven bijna niet anders doet. is dat toch wel merkwaardig dat dat pad zo, zo loopt. Ja. Ja, ik denk dat dat, is dat niet zoiets dat we allemaal hebben. als je zo de allereerste keer uw stem opgenomen hoort. hoe ja, confronterend ja, dat, dat is? Denk het wel, ja, ik denk het wel. Ik weet het, maar ja, dat wist ik toen niet. Allee, dat was toen voor mij ook nieuw. Maar ja, ik denk dat iedereen. Dat, ik heb dat enorme beeld. Heb ik, dat, oh, ik vind het is zo gênant uwij gezien wilde ja. zeggen, ja dat vind ik ook verschrikkelijk. Om wij ja. te zien? Ja, dat blijft, dat blijft ook zo. Ja. Dat ja. Blijft Weet ook je waarom dat dat ook is? Omdat, <laughs> je, omdat je, soms ook kunt denken van wijgen dat je er wel best goed het zag die een dag. Ah, ja. En dan zie je zo in die beelden en denkt je... Jesus Christ, trekt hij een buikje zien? man, hoe stollen ga daar naar? <laughs> Allee ja, ik kan, ik kan dat soms. Maar als jij nu een show doet, hè, ja. um, wat, wat ik heel interessant vind, kijkt jij dan? Dus maakt jij een videoopname? En kijk je dan hoe het is om dat dan te, te bij te sturen? Nee. Dat doe je niet? Nee. Ik, want... eh, ja. ik zie meestal de enorme teleurstelling bij mezelf als ik aan het monteren ben nadat nou we hem gecapteerd hebben. Ja. En zo denk je, ah, zo zie eruit. Ach, nee, het ze. En ga je dat dan zeggen? En soms is het ook leuk, want ik moet ook toegeven, je kunt het ook altijd zo vals bescheiden gaan doen, maar er zijn ook momenten dat ik denk, ah, hier heb ik echt een heel goede gezichtsuitdrukking, of hier klopt het echt. Ja, hier ziet alles juist, zo de toon en de manier. Maar je stuurt dat niet bij op, allez, hè, in al, de repetitie. Al, al, al doende, denk ik. Maar niet door er naar te kijken, ah. omdat ik dan ook te zelfbewust word van wat ik er allemaal stand te doen. Ah. Dus ik wil ook wel zo'n soort vrijheid houden van te zeggen: nee, nee beweegt en praat zoals je zei. Ah. En je zult ah. dan wel zien wat het is wanneer je bekijkt hoe het eruit komt. Ja. Maar als ik het echt te hard ga regisseren. Ik, ik regisseer het al allemaal zelf, in de zin van de inhoud en waar het naartoe gaat. Dan wordt het zo overgeregisseerd. Ah, ja, ja. Dat ik ook zo voel van dat, dat wil ik dan ook weer niet, ofzo. Dus ik... Ik, ik ben groot fan van, uh, van Prince. Ja. En uh, een van mijn favoriete zo, fragmenten van Prince. Dat is dat hij. Kun je toe, een of andere tour, Love Sexy tour, denk ik, eind jaren 80 of zo. Uh, Ziet je zo, maar het is een fragment van een half minuut, Ziet je hem in zo'n zetelkens zitten en kijken naar een podium waar duidelijk gerepeteerd wordt? Ja. En hij heeft zo'n micro vast. En dan je, Prins zingt Prins soms heel hoog, maar die heeft heel echt diepe stemmen. He? Stem, ja. Ja, ja. Diep. Ja. En dan hoor je die zo commentaar geven op wat er gebeurt. Dan zegt hij ja. van: uh, oké, okay, jij moet een beetje uh, naar links, want uh, anders zien we Danny en uh, jij moet uh, even opzij... en uh, ja dr, 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 zo. dus dat hij zo niet alleen muzikaal alles 100% in handen nam en exact wist wat hij wou, maar ook qua ook, ook Visueel. Dus, visueel ja. Ja, ja. Ja. Dat hij ook zo wou dat, dat, dat die daar en die daar, dat dat allemaal klopte. En ik vind dat zeer fascinerend, mm. hoe mensen dat doen, hoe, dat, dat, hoe ja. dat, dat gaat, hoe dat in elkaar zit. Ook omdat dan, natuurlijk, ik daar niks mee te maken heb bij mij, het radio, dat is gemakkelijk. ook ja. Heel tof, hè? Dat, dat is dus echt leuk. Dat hè, is gemakkelijk radio. omdat je dat goed kunt. Ik denk, ik denk dat bepaalde dingen, ik denk dat dat allemaal zijn, zijn uitdaging heeft van, van iets. ...te presenteren, dat interessant te houden... ...een stemgeluid hebben waar je graag naar luistert... ...je hebt ook bepaalde inzichten en kennissen... ...je moet ook weten over wat je het hebt... Allee, ik, vind, ja. ...ik vind dat nog wel... ...ik vind dat ook niet zo... Nee, ...ik snap maar... dat je zegt van... ...ik ben niet prins... ...ja, dat vind ik ook niet... ...maar dat zijn er maar heel weinig onder ons... Nee, maar, ...maar toch... Ja. Maar, maar weet je, radio... Allee, wat ik, dat, is mijn, dat is mijn vak. Hè? Dat, ik, doe, ik doe dat ook al heel lang. Mm -hmm. Je moet dat leren. Je moet dat leren. En, en een van de belangrijke dingen is techniek. Is, maar dat noemt iedereen... Dat is gelijk autorijden. Hè? En, ja. Je moet dat eigenlijk... Op het moment dat je er niet meer over nadenken, is het oké. Okay. Maar dat duurt lang. Dat duurt jaren. Hè? Mm. En uh, daar zitten ook heel veel ja, ervaringstrucs in. Maar ook heel veel ja, leer, blijven leren. En dat is wat mij enorm zowel boeit. Van, van hoe kun je... Blijven leren daarin. Hè? Ja. Hoe kun je zorgen dat, het, dat, dat, dat je beter wordt in iets dat je misschien al denkt te kunnen ofzo? En ook wat ik dacht, daar zit ik nu in die fase, van, wat ik dacht, dat goed was en interessant was. Al die, al die jaren is dat nog altijd wel zo. Ja. Ja. Dus de, de regels, wat ze hebben, ze hebben, ik heb gisteren een mail gehad van iemand die vroeg: van, uh, Kom jij even een workshop geven voor uh, gasten van een uh, lokale radio? En normaal doe ik dat direct, maar ik zeg van ja, ik vind je tof, ik doe dat graag over radio praten, fantastisch. En ik, ik zit nu dus in de fase dat ik denk: weet ik het eigenlijk nog wel? Ja. Zo van, ja, ja. Van, van: zijn mijn ideeën nog relevant? Wat ik daarvan vind? Is dat, klopt dat nog? Is dat wel waar? Mm -hmm. En dat is goed, denk ik denk dat dat gezond is, dat je dat in vraag stelt. Je moet niet te ver gaan, je bent misschien wat te ver gaan in, in vraag stellen, maar, maar zo... ja. Wat waren beetje... dan, zo, geef eens een voorbeeld, wat zijn zo'n dingen dat je denkt, dat had ik een aantal jaar geleden gezegd alsof het de grootste van zelfsprekendheid was, en nu ben ik eigenlijk niet meer zeker. Um, een van de dingen is, wat, wat je, als je luistert naar een, 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 een radioprogramma, zeker overdag, met veel muziek, dat je eigenlijk liefst ene... Van, liefst, dat je ene stroom hoort. Dus Dat, je, dat wordt eigenlijk niet stopge, stilgelegd. Dat gaat altijd maar door. Mijn, mijn ambitie voor mijn radioprogramma, is dat jij zo lang mogelijk luistert. Mm -hmm. Dus dat ja. jij, als je zegt van ik zet het op, dat moeilijk is om het af te zetten. En dat doe ik door vuile trucken uit te halen. Bijvoorbeeld okay. vuile trucken als um, straks bel ik de man die um, een t-shirt van Black Flag uh, uh, aan had toen hij gisteren op tv was. Zelfs wel, ja. En daar denken van wie zou die man zijn, dat wil ik wel horen. Dus ik ga blijven luisteren. Ja, 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 ja. Zo, dat zo, of straks draai ik de nummer één van, uh, van de op, van, uh, afgelopen week. Zoiets. Mm -hmm. Dus eh, ik, ik hou je zo lang mogelijk bij mij. Hè? En dat doe ik ook door een soort flow te creëren. Door eigenlijk te zorgen dat 10 uh, minuten maar zeven minuten lijken omdat het zo rap vooruit gaat, omdat ik op intros praat. Omdat ik, dus ik heb daar allemaal zo'n truc voor en dat is mijn, mijn vak om dat te doen. En nu, wat ik mij nu afvraag, is bijvoorbeeld: waarom doe ik dat eigenlijk? <lacht> <lacht> Moet ik dat niet gewoon. Allee, als we dat nu een keer allemaal omgekeerd doen. En Gewoon allemaal gewoon stoppen, stilleggen, praten, boem, plaat, starten, boem, boem. Dus geen flow, uh, niet niet vooruitwijzen, niet spannend, maar gewoon pok, 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 pok. Whatever, eigenlijk. Zet, waarom zou ik dat nu... Waarom Klopt dat wel, mijn, mijn gevoel, dat ik al die jaren promote bij mijn collega's? Zo. Is dat wel waar? Dat zegt hem na. <laughs> ja, nu Moet komt hij he, <laughs> <de, laughs> er af. komt af. Ja. Ja, Andries, want eh, het zat eigenlijk ook al een klein beetje in de inleiding. Ga ze het ook. Eh, DJ bij Willy, momenteel volgde jij zelfs echt... Los na, na ja, Wim, uh, Ik ben het voorprogramma van uh, Andries Bekker. Ja, olé, ze, ze <laughs> ziet hem, maar het, uh, het werd tijd, uh, wie Moosterlink, uh, dat jij het voorprogramma waard. Want uh, je hebt lang genoeg uh, alle aandacht opgewaasd. Ja. Het is genoeg geweest. Maar uh, als ik kijk naar u, Andries, jij eh, dat dan uh, uh, staalhard presenteert en nu eigenlijk ook, uh, uh, also, wat is dat dan? Latere ochtendradio, ik zal het zo zeggen. De voormiddag. Hoe, Ho wa hoe was dat voor u? Om... Want je hebt toch een klein beetje een mentorrol gehad naar hem toe. Heeft heeft zo verteld. Me toch aan mij, dat jij hem wel een klein beetje hebt geleerd hoe het, hoe het allemaal een beetje in de steel zit. Hoe was dat voor u? Um, ja, ik denk dat dat. Ik denk een van de eigenschappen dat, dat ik wel heb en waar ik ook blij mee ben dat ik die heb, is dat ik uh, Ik kan arrogant zijn, maar ik weet altijd heel goed wat ik niet kan. Mm. En uh, ik, ik bedoel, ik wist genoeg, ik, ik heb genoeg persoonlijkheid voor op de radio te komen, ik weet genoeg, ik, wist, ik weet zeker genoeg over muziek en al wat. Maar je voelt ook wel. Het is niet omdat je hier dingen hebt doen, waar we heel ver in zijn geraakt, dat is iets anders. En ik voelde ook heel snel van... dat is een. Dat is een uh, ik wil dat kunnen. En dan begin ik ook veel meer te beginnen luisteren naar de radio. En dat moet ook eerlijk zijn. Uh, ik zal nu gewoon over het huis spreken waarin dat wij zitten. Hè? Want, maar de WIM is eenzame hoogte technisch vlak. Dat is een feit. Dan kun je nog zeggen: van, ik hoor die liever of ik heb daar harder mee gelachen. Maar je zit met een techniek en je ziet dat die ze... Ja, dat is like iemand die meer akkoorden beheerst, of meer technieken of sneller solo's kan spelen. En dat was iets dat bij mij heel hard opviel. van... Uh, je kunt dat wingen, hè? Je gaat mm -hmm. ook genoeg al gastingen Jong, uh, uh, carrière is het uh, te wingen. Ja. <laughs> ik, ik ben al aan het wingen sinds 1972. Dat is niet waar. Hè? Dat is niet nee, waar. Dat omdat je je zit met, met, met dingetjes en daad ik door En dan, nee. dan wil ik je dat ook kunnen. En ik voelde ook heel snel, radio kun je eigenlijk alleen maken als je in die studio zit. Dat, dat vind ik, je kunt hier wel wat doen, want ik heb hier ook al proefopnames gedaan. Maar het is, zoals de Wim zegt, het is een beetje zoals autorijden. Eigenlijk is geen een van de handelingen onmogelijk. Maar het is de combinatie ervan. Hmm. En het is een technisch ding, we zullen het spreken. En daarom dat ik nu blij ben dat ik eens elke dag iets hmm. anders moet doen, hmm. omdat ik nou ook die intro's moet volpraten. En soms ja, dan weet ik dat ik dat niet goed doe. En soms wel, maar het is zo door het te doen, voelde En nu voel ik je ook wel van. Ah, van daarom heb ik wel drie, vier arrangementen gedaan, het aan elkaar hangen. En dat is wel leuk, want die flow, ook al zit Wim daar in een identiteitscrisis en begint hem dat in vraag te stellen, dat is ook wel wat radio cool maakt. Want dat is ook, vind ik, de wereld van podcast is fantastisch, maar dat moet vooral niet proberen om het één te zijn. En omgekeerd ook niet. Dat was, hey, daar hebben wij het dikwijls over gehad. Dat was niet een frustratie bij ons, maar dat was hetgeen wat wij altijd dachten. Weet je nog, toen de radio dacht. Ah, dat is wel schattig waar al die, uh, wat al die debielen er op je zolder rond toen zijn. Maar wij zullen eens laten zien hoe dat moet. En het ging ook nooit niet. De, mm -hmm. Degenen die goed zijn geworden, hè, de radiomensen die goed zijn geworden in podcasts, en degenen die ook wel gerespecteerd hebben, dat dat iets anders is. Ja. En natuurlijk pakte een goede stem mee en een aanspraak en een verhaal. Maar in C is dat iets anders. En dat had ik wel door. En dan is dat fantastisch. Want wie me bijvoorbeeld één ding gezegd tegen mij, en dat is eigenlijk interne keuken. Uh, shout out naar interne keuken, maar dat is uh, een, uh, een, een goede opmerking geweest. Dat ging eigenlijk over: ik moest iemand interviewen. Um, en dat was op zich, De radio interview, dat is ook niet mega diep in zo'n, dat is een paar vragen. En ik doe dat en ik denk dat ik dat wel zeven op tien of zo gedaan Dat Dat niemand aan het luisteren was, dacht van: Mijn god, maar, het is een ramp. Uh, ja, ja. Maar je had toen één ding gezegd en dat was wel cool en dat is me wel blijven hangen. Dat je zei van ja. Dat is niet degene dat ik ken van op de podcast. Wat heb je nou eigenlijk gevraagd? Dat zijn standaard dingen. maar Het is niet van dat ik het niet geloof, maar is dat nou echt hoe je dat zou, zou vragen? Ik had, dat nou... ik had gevraagd uh, aan die mens: um, hoe lang zijn jullie daar eigenlijk aan bezig geweest aan dat album of zoiets? Ja. Aan dat werk. Zo, dat, was de, ja. dat had je gevraagd. En, je en had... dat was zo van: dat is toch niet zo interessant. Mm. dat was dat was de bedenking dat ging het wel. en ik zit er zo en ik denk ja want dat is wel hè, is nooit vervelend maar dat is wel zo shit dat zijn zo'n 90 procent van maanvrouwen <laughs> en die je heb je allemaal deurstrepen <laughs> <laughs> maar dat is wel cool dat je dat krijgt en dat moet ook kan kunnen dan en dan is dat wel zo dat is een beetje een truc hè. je moet het zo wat, 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 wat bij, bij elkaar vinden of zo mm -hmm. maar, maar het is wel straf of zo zeker als je de ochtend of zo Ik luister veel naar Um, ja, dat is wel een huzarenstukje. Dat is niet onmogelijk. Je weet dat je dat ooit wel zult kunnen. Maar het is toch niet evident, omdat... Zeker als je al eens achter een radiostudio gedaan hebt, dat zijn eigenlijk allemaal blokjes. Radio is blokjes. Mm -hmm. Dat zijn allemaal stukjes. En je drukt op play en dat begint te lopen en je weet dat gedaan is tegen het einde van je show. En ondertussen moet je de reclameblokken alles hebben ingestoken. En dat is een soort dominoken dat gaat. En als je er eens nef zit zit, ja, dan zul je moeten zorgen dat je er terug op springt. Maar het gaat niet stoppen, want de tijd loopt af. En mm -hmm. dat is wel fantastisch. Als, als je ziet... Het, ik ben maar even spreken ik heb drie items en dan heb jij er dertig. Yeah. Ja. En dat voelt... Eigenlijk vind ik ook moe, want ik denk: Amai, ik hebben hier drie dingen aan elkaar gedaan en dan heb je er al negen gedaan. En je ge voelt ah. dat niet als luisteraar. Nee, en dat is ja. cool. Ja. En dat is eigenlijk wat, 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 wat iemand, like na nou 30 jaar, dat merkt wel. En dat is super boeiend Of dat elke luisteraar zo altijd erover nadenkt: nee, hey, maar, maar dat is wel cool. Ah. En dan wordt radio iets graaf. Mm -hmm. En ik ben wel eerlijk, en dan zwaai ik, ben ik verliefd geworden op het medium. Nee, ik ben een groot, altijd een groter fan van radio geweest dan van TV. Ja. Altijd, hé, iets eerlijker voor mij, mm -hmm. voor een mm -hmm. of andere reden. En het is iets, iets minder gekunsteld. Mm -hmm, mm -hmm. Omdat je toch nog altijd ziet, maar als je visueel wegpakt. Dan komt er toch iets naar boven in mensen, dat ze toch de neiging hebben om even hun eigen wat meer te laten gaan of meer op hun gemak ja, te zijn. Ja. Of ja, er is ja. iets aan dat niet direct met een publiek en een camera erop en dat je denkt: oh, ik moet nu en zie ik er zo uit en ben ik. En, en de radio pakt zo'n deeltje van die zever weg ja. en zegt: nee, nee, babbelt maar. Ja, ja dat klopt. Dat is, dat is zo. Maar hm. dat ik ga even nog terug ja, terug in eh, eh, Een van de dingen waar. Een van de in mijn begin bij Andries, een van mijn eerste contacten met Andries bij ons op Willy, mm -hmm. wat ging over zijn, zijn programma staalhard, is een metal programma. Yeah. En dan kun je nog hoe. Andries zei: zou ik, um, zou ik, ik wil, Zijn er dan batches? Ik ging over badges. Ja, badges, ja, ja, ja. eigenlijk zo, dat je er dus zo over spreekt, ja, 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 hè, okay. als, als er geen, geen liedje is. Mm -hmm. En, um, en eh, Andries zei: Ja, zijn niet goed, hè? ik wil wel geen metal badges. Hè. Ja. En ik dacht van. Wauw, ja. respect. Want, wat dus ten eerste is al bijna niemand daarin geïnteresseerd. Dat is al een zeer verregaande interesse in het medium om. Meer, ge ...meer geïnteresseerd te zijn in iets dan, dan enkel maar de muziek. Hè? Meestal mm. mensen zijn enkel, enkel geïnteresseerd in de muziek... ...niet in de techniek of in, de, in hoe dat je dat opbouwt of zo. En dan was ze van... ...wow, je zit geïnteresseerd in, in badges. Ja, <laughs> wow, ja. voor mij is dat echt zo... ...wow, feest. Uh, en uh, <laughs> badges. Dat is ook hè, vriend. <laughs> en, maar, uh... <laughs> en, en dan, dan wou hij dus echt hmm. zo... Andere geen metal en dacht van ja, natuurlijk. Dat klopt, dat is nodig voor het contrast in uw show. Wilt je niet na metal plaat een metal bedje? Dat is lelijk. Je moet eigenlijk mm -hmm. een ander, een beetje anders, iets alter, alternatiefs of zo qua, qua ja. bedje hebben. Trouwens, wat dat nerden van radio betreft, ik kreeg mij nog een gesprek met wat was dan een keer? Ja, Steven Lemmes. Steven Lemmes is nu de baas van MNM uh, en Studio Brussel samen. Ja. Mm. Um, omdat ik zo zitten over bedjes. Uh, ik herinner me, een keer dat ik met hem een keer afgesproken had, lang geleden. In Gent gingen we iets gaan eten. En om aan te tonen hoe radio nerds in elkaar zitten. Dus uh, afgesproken in een restaurant. Um, uh, bij het sluizen was dat. En ik stap, ik stap binnen in dat restaurant. Ik heb die twee jaar niet gezien. Of zo, hè, twee jaar, ik zie die niet zo vaak. Ik stap binnen. Hij zit helemaal achteraan. En binnen. De twintig seconden zitten wij midden in een discussie over jingles. Ja. ja. <laughs> dus stel je dus, wij hebben niet eens gezegd hallo, hoe is? Het? Nee, dat ging meteen over. Jingle. En van, ik, waarschijnlijk heb ik iets. Of hij zegt van. Ja, ik heb daar juist een jingle gehoord. Van. Mm -hmm. En dat hij zegt van, ja, ja, maar ja. Heb je die gehoord? Vandaar. En, hup, tjuk, en dan meteen gaat dat over de techniek. En wie dat die gemaakt heeft. En hoe dat dan het ene punt naar het andere overgaat. En zo. Echt zo. Dat is wel, dat is ja. wel een nadeel van radiomakers. Dat die enorm nerden op, op radio. Daar heb podcasts over, uiteraard. En zo, en dat gaat heel diep. Heel ja. vervelend. Ja, is zijn niet altijd zo'n beetje ding met vakidioten onderheen? Als je zoiets doet, dan kunnen ze twintig minuten ja. bezig zijn over iets waar een andere mens van ja. denkt. Daar heb ik nu Echt. eens nul seconden ja. bij stilgestaan. <laughs> exact, ja, ja. Maar je zet ook vaak, dat, dat, dat wat ik er ook tof van vind, is zeker als je. Uh, je, je zet je, je koptelefoon op en je zit zo in een eigen wereld. En dat vind ik wel kei leuk. Dat wist ik nooit niet dat ik dat zo tof ging vinden. Dat is van nu. Ja. Je, 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 weet, je, je wordt niet eens heel ter territoriaal erover, maar op een goede manier. Mm -hmm. dat, ze om dat, dat is niet vaak niet meer in je leven. Ja, natuurlijk, als je stand-up doet, dat, ook, dat, is, dat is alleen van jou. Uh, tenzij dat je, ja, dat er technische pannen zijn of je zit echt foute dingen te doen. Ja, niemand komt in de nieuwe wereld. Hè? En dat is wel dat is wel tof. Je ja, ja, ja. denkt al wel aan een luisteraar of dergelijke, maar ook die vind ik nog altijd abstract. Ja, dat is zo. En wat, heel, wat eigenlijk heel raar is aan, aan radio, als je erover nadenkt, is zo. Dus eigenlijk, de, de, de opdracht van radio is, hè, je praat, wat wij altijd zeggen is, gepraat tegen één iemand. Je praat hmm. niet tegen, zoals jij, tegen een zaal. Ja. dat is niet het, is niet, het dat is iets wat mij trouwens heel erg opviel wat, dat, wat dat mij is blijven uh, bijgebleven van wat jij vertelde aan Andries over de radio is dat je niet in jullie, maar in je spreekt ja daarom dus je da praat altijd tegen één persoon ja zo. want als jij in een auto zit ja. hè, ga, dat is niet zo een groep dat is ik praat tegen u in de auto dat is eigenlijk tegen één persoon dat, je praat, dat is het principe van radio een beetje ja. zo, alsof, zo zien wij dat mag ja. ik even onderbreken als je er juist een identiteitscrisis zoals hij van is dat nog allemaal waar ja ik had er wat moeite mee, want dat is toch ook belachelijk. Het is toch niet dat je in je notto denkt: en die, heel die radiostation, daar werk 30 man, dat zijn mega advertenties, en dat is alleen voor mij. Nee, nee, nee. Ik bedoel, op, nee, zich, nee. op zich is dat toch ook een beetje. Op... Nee, maar het schept een afstand. Als ik, als ik nu, kijk hè, als ik nu hier zeg van: uh, Jullie, jullie. Nee, 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 nee. nee dat, je, je schept gewoon een afstand die helemaal niet nodig is. Hmm. Het is gewoon... Het, het, het is maar één mens die luistert. Hmm. En dat is echt een... Als je moet opletten, als een, een presentator van de radio zegt jullie, dan denkt je van... Dan voelt je je niet aangesproken. Maar als hij zegt jij of je of, dat, of u op Radio 1... Clara, ja. dan, uh, <laughs> dan, uh, dan, dan is dat veel dichter. Dat zit, dat zit, dat zit zo ja. een beetje op je lijf. Zo. En ik snap wat je bedoelt, want dat, dat klopt, hè? keihard. En dat was mij ook nog nooit opgevallen. Totdat jij dat zei, dat dat iets is. Want ik heb eh, tien jaar lang de zwaarste lijst gepresenteerd. Maar ik was altijd een ster in. Ja, ik praat zoals dat bij alles in mijn leven is. Namelijk, ik heb altijd een gigantisch publiek in mijn kop. <laughs> Dus ik ben ook nooit aan het babbelen tegen jij, maar tegen mijn vrienden van de metal. Het is jullie vriendje, Alex. Ik ben altijd zo... Die zijn altijd met een hoop. Iedereen die naar mij luistert, is met keveel, Ook al is die een alleen. En dan denk ik, ja, dat werkt toch ook. Maar dan denk ik ja, Alex, dat is vooral uw eigen ego waar je nu over bezig bent. Het is ook niet erg voor... Het is ook een evenement, hè. Zo die zwaarste En dan maakt het dan misschien ook iets minder erg. Maar het viel mij wel heel hard op toen jij dat zei, dat dat Inderdaad, en als ik dan naar radio luister, wat ook leuk is om... Ja, als je iemand in je hele dichte vrienden hebt, die je dat doet en die er ook goed mee bezig is, en dat voelt ook... Dat wordt ook meer bij je en dat wordt een ding. Dan zeg je aan het luisteren en dan denk ik, Ah ja, 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 nu merk ik ineens... Ja, die zeggen altijd dat. Ja, die zeggen altijd dat. Ja, die doen dat altijd. En dat vind ik wel heel tof om te ja, ja. zien, want het is, het is zoals je zelf zegt, als je ergens... Hè, niet mee bezig zijn, waar ga je ook, zei er net al, er vallen nu heel veel dingen niet op, maar als je ineens intensief mee iets begint bezig te zijn, dan begin je ook naar al die dingen te luisteren en te kijken waar je ervoor nooit aandacht voor hebt. Ik, 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 ja? ik, ja. ik had dat heel hard, uh, uh, dus, ja, je, dat, je bent een beetje streng voor jezelf, dat moet ook wel natuurlijk, dus je begint en, en ik herinner me die eerste keer dat ik er zat, dan, dan had ik... Ja, ik weet niet, why. ik ben versproken. Je ja, vindt dat ook een enorm drama. Op dat moment is mensen ook gigantisch egocentrisch, want je denkt ook echt letterlijk. Ja, De wereld staat, ja. Stil. Je denkt ook, je ja. denkt ook letterlijk te komen. ze gaan binnenkomen en ze gaan zeggen: dit was het. Hè, ja, maar ja. Dan gaat dat gaat echt over niks. Hè. En, uh, en een van mijn uh, momenten dat ik gekalmeerd ben, en dat ik kom eigenlijk wel door studie op Brussel, dat was uh, ik denk dat ik een maand of twee bezig was en ik. Allee, ik, was zoal, ik keek er al naar uit. De stress was een beetje weg, maar het was toch nog bloedserieus. En ik denk... Ze hadden er iets voor, ik weet niet. Ah, die COVID. Ja, de COVID. Dat was het. En de helft van die ploeg. Och, dat ding. Ja, ja, ja. Ja, ja. De elf van die ploeg. Hoe, hoe heette ja, dat nou weer ja. vroeger? Allee. Ja. Ja. Dus de elf van die ploeg was ziek. Hè. Ja. En dan hebben ze zo een paar van die, die oude uh, goden erin erachter. Uh, die nog verbonden waren aan het huis. Hè. Linde... Die nog leefden. Ja, ze hadden, maar ze hadden Linde Merckpool aan doen. en uh, Siska Scooters. Maar dat was. Dus ik, ik zit in een auto en, ik, en, ik, dat, en dat stond op. En ik begin te luisteren en denk, oh cool, ik, Siska scooters, nu is dat anders als je nog luistert. Maar die had dat ook al even een tijd niet meer gedaan. Maar dat was wel super raar van Siska Schooters En zeker als je dan weet hoe, hoe dat hier kot eruit ziet, want dat is... Denk ik hetzelfde of quasi. Mm -hmm. En die begon letterlijk alles te benoemen. Dus die trouwde door een mix. En, god, en die begon echt te zeggen: oh ja, waar is die knop nou weer? En die zei dat ook echt: oh ja, hup. En je zag die dingen wegvliegen. En, en oh, dat ze niet aan elkaar had gedaan. En dat gaf mij wel, uh, allez, dat gaf ook wel rust. Want ja. dan voelde wel, ja, die overleeft gewoon op. I don't care. Ja. en Ik ben Siska Schooters En. Ja, die techniek komt wel terug, maar het is gewoon lang geleden. En dat relativeerde dat ook wel, want dat was wel funny, radio. Die was echt terug aan het zoeken, zo van... Ja, dat is wel... Ja, tuurlijk. Dat is het... Dat is de spier terug... Hoe zeg je dat? Muscle memory, alles een beetje terug in gang gooien. dat gaat dat ooit gehad? Echt even niet radio? Ja, één keer. Oh my god, ik was... Super Brussel. Denk ik, in de ochtend. En, of het was niet op Q, het was op Q. En ik, ik had Jean-Luc Dehane, die toen premier was van België, mm -hmm. aan de lijn voor iets over Club Brugge. Ik weet nog, het ging over Club Brugge. Ik sowieso al niet enorm thuis, niet enorme sport. Eh? Ja. Moeilijk. Maar goed, Club Brugge, belangrijke match. Hij ging daar naartoe en hij was zo de fan, dus de figuur om te bellen op dat moment. Dat, was, dat klopte heel hard. Dus in de ochtend. Eh, je weet van, dit is zo een belangrijk telefoontje, want je belt zelfs, op, je belt toch niet elke dag met de eerste minister van je land. Dat is, mm -hmm. dat blijft toch wel zo voor mij ja. ook, echt een beetje, beetje een beetje, beetje ja. ja, inderdaad. Ja. Dus ik had dat goed voorbereid. Ik had eigenlijk zo'n stuk of hè, vijf vragen over Club Brugge. En van, ja, wat je? Gaat jezelf naartoe? Wat denk je dat het gaat zijn? Uh, zijn ze... Zo, echt zo een paar vragen, zo goed voorbereid, zo, dat ik zeker wist wat ik moest vragen. Jean-Luc Dehane komt aan de lijn, zegt, ik vraag van meneer Dehane, u gaat naar de match vanavond? Ja, zegt hij, ik ga naar de match vanavond. En uh, ze zijn in vorm en denk dat ze gaan winnen met 2-1. <laughs> Al mijn vragen. Al uw vragen. <laughs> Ik zo, zo, fuck. Ja. Dus ik echt, ik had een blackout. Op dat moment had ik echt, dat is de enige keer dat ik dat echt mm -hmm. gehad heb, voor zover ik mij herinner. Ja, een blackout. Ik wist niks meer. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik zat daar te kijken naar Heidi toen, of nee, naar iemand anders, ik weet niet mm. wie het was. Ik zat te kijken van, ik weet niet wat ik nu moet doen, ik weet niet wat ik moet vragen. Help, help, stil, stil. En dan zo'n beetje, uh, 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 En dan zo'n halve andere vraag stellen. Hup, en dan was die weer weg. Ja. Maar dat was echt, toen was ik echt aan het zweten. Oh my god. Mist, Mister dat soms zo? Uh, want, ah, je, 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 allez, ik zie dat ook, maar we willen, je zijn wel een vis in het water. Maar wat je wel had op die andere zenders, dat je: ja, je een De Hanen een zou nu wel heel raar zijn als je die nog aan de lijn had. Maar ja, dat, zou uh, het, is dat straf zijn. Dat zou zo met Ouija board <trikant> en dan wordt <trikant> dat de paranormale radio. Dat is ook nog wel redelijk cool. Ik zou luisteren. Wat is het geluid? <trikant> Nee, maar miste dat uh, uh, een beetje omdat Willy is underdog, je uh, hard het project, het ja, ja, ja. gaat de goede kant op. Maar was dat, is dat iets dat je wel zo uh, een beetje miste? Uh, omdat je van Q en Stu Bruwer hmm. dat je zo wel. Nee, wat je wat, 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 wat wat vraagt allee, impliceert, is een beetje um, Q en Stu zijn waren, Vooral nog, zenders voor een heel groot publiek. Je hebt heel mm -hmm. veel mensen die luisteren. Maar echt ja, ja. heel veel mensen die luisteren. Dat is echt gigantisch. Zo was dat toen ook, bij QZ nog meer. Um, en wat, wat je bij Willy nu hebt, is er zijn nu zeer weinig mensen die luisteren. Maar ja, ik vind het. He ik heb er ook voor gekozen. Ik vind het heerlijk. Ik, ik wist dat dat zo was. En wat je dus merkt bij Willy, en dat is echt onvoorstelbaar dat is dat dus de reactie, het aantal reacties dat je krijgt, dat dat eigenlijk vrij evenredig is met dat van, van, van Q-Music bijvoorbeeld. Allee, eigenlijk vrij evenredig. Ik wil zeggen mm -hmm. dat dat veel meer is dan dat je zou verwachten. Dat dat bijna evenveel is. Terwijl dat kan niet, want het, het, het aantal luisteraars is gedeeld door twintig of zo. Mm -hmm. En wat je ziet aan Willy, dat is dat publiek hoe... Ja, hoe... hoe hoe fan dat die, zijn ja, begaan, die zender he. begaan Oh my ja. god. Dat is niet normaal. Dat is echt. Die zijn zot van dat station. En dat heb ik echt al heel lang niet meer meegemaakt. Hoe intens dat, dat gevoel is. En hoe blij mensen zijn met die zender. Mm. Dat is onvoorstelbaar. En hoe kwaad die zijn op, op andere zenders. <laughs> waar het dan <laughs> slecht is. Nee. En, en, en hoe graag dat die, dat die een pet wil. Of een sticker. Of ja, Laat ja. staan. Een koffiemok. <laughs> ah, de heilige graal. Een koffiemok, dus, uh, voor de mensen die het niet zouden weten, uh, wie geeft altijd hè, de, de ochtendmok eens. En ochtend geeft hem zo de Willy Mok bij. Maar dat is... Ik vind wel dat ik... Best wel een netwerk of zo. En ik kan wel shit gefixt krijgen, maar de nummer één shit dat ik moet regelen is: kun je een Ochtend-Willy-mok meepikken? Mijn probleem zit echt achter slot en grendel. En ik moet echt. Dat wordt zo Tom Cruise in Mission Impossible. Zo van die draden ondersteboven. Er is niemand, er is niemand. Als je de kast aanraakt, god het alarm af. Ik noem mijzelf de Ochtend-Willy. Die rechtop paraat staat. In de studio elke ochtend. Morning Wood. Uh, Fantastisch. Uw um, ja. ochtendwilly staat paraat om te knallen. Wow, man, man, elke ochtend van 7 tot 10. Nee, maar en dus de, koffie, de ochtend Willy, koffiemok is dus zeer, zeer gegeerd, inderdaad. Maar ja, wat ik ja. eigenlijk, weet je wat, dat zo, wat ik zo een van de speciaalste dingen vind aan radio en een van de moeilijkste dingen ook, omdat we het net hadden over zo, die, dat je zei van camera's en dat je zei van ja, ik je zit daar dan achter dat, achter dat mengpaneel, dat, mm -hmm. die, die, die cockpit, zo gelijk dat ze zeggen. Uh, het, 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 het moeilijk is als je tegen één mens, je moet tegen één mens praten. Je moet het gevoel krijgen dat je tegen één mens praat. En hoe praat je tegen één mens? Normaal. Hè? Ja. Je, je gaat niet roepen, je, je praat normaal. Ja. En dus je zit eigenlijk in een situatie waarin dat je dus een heel mengpaneel bedient, platen draait en uh, probeert zinnige dingen te zeggen. In een, een ruimte die volledig bekleed is met, met zo geluidsdichte dingen, met een micro voor je kop, een koptelefoon, en dan moeten normaal praten. Dat is een opdracht. <laughs> Veel succes. Als <laughs> je het wilt okay. proberen, voilà. dat, is het dus. dat is het dus. Dat is wel mooi samengevat, uh, klinkt compleet uh, horribel eigenlijk, <laughs> ja. uh, als je het zo zegt. Maar ik ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik, ik vraag me natuurlijk af. Je zit bij Willy, dat is een hele coole zender, vind ik ook. Gevoeld ook inderdaad dat dat een zender is die je zo nog in die, in die prachtige fase zit van die beginnende dingen, waar tegelijkertijd alles ervan afhangt en niks, hè. Je letterlijk kunt zeggen we zetten dat op de kaart maar tegelijkertijd kunnen we nog zeggen: hey, fuck it all! Want wij hebben nog de vrijheid om te doen wat we willen. Ja. Wat, wat ik ook een klein beetje, wat ik heel leuk vind, hè? wat ik ook heel tof vond, toen, toen een Andries zei dat hij er ging instappen en zei: van Ik ga, ik ga staal hard een metalprogramma, ik had direct zoiets van: oh, Je moet dat doen, dat gaat mega cool zijn, want dat is net dat die ding, je staat dan de voet van dat ding. En je kunt zeggen: We kunnen nog doen wat we willen, zodat. Dus dat is heel tof. Dus ik snap wel, maar was dat voor u een heel bewuste keuze? Want uh, ik, heb, ik heb het gevoel gehad, ik denk dat ik ooit eens een interview uh, met u gelezen heb. over dat je programmadirecteur wordt van Q. en dat dat u niet lag. Ja. Dat dat iets was waar je niet echt een gevoel bij hebt dat dat, ja. dat, dat leuk was. Ja. Waarom was dat? Dat, dat, is, dat is iets anders, maar ik zat een aantal jaar bij Q, hè? ik presenteerde ja. daar de avondspits en toen vroegen ze mij, ik dacht sowieso eigenlijk al, bijna op dagelijkse basis mee over van, wat gaan we doen met dit station, welke richting mm -hmm. gaat het uit, dat wordt over nagedacht, hè? welke programma's, wie presenteert wat? wat, wat met de muziek, hoe moeten we dit aanpakken, hè? en op een bepaald moment vroegen ze mij van, wilt jij Programma-directeur worden. Dus de, de in, inhoudelijke baas van de zender. Omdat Erwin Dekkers toen wilde stoppen daarmee. Ik heb toen gezegd: ja. <laughs> ja. Uh, dat, zo, dat heet dat niet? Peter Principle of zo. Dat je echt zo iemand die goed is in iets. Dat je die niet moet niveau hoger zetten. Zo, want dat val ja, ja, ik, ik aan het Dat, ja, ja, voilà. dat ja. is echt, echt, echt een voorbeeld daarvan. Nu, wat ik goed waar, waar, waar ik heel erg lag en altijd het licht, is meedenken over het station. Zoals He? ik net zei van de muziek. We gaan die een tekstje naar daar knikken, en dat gaat goed werken daarvoor Naar daarvoor. Die persoon die moet dat programma presenteren, van dan tot dan gaan we dit doen, die actie is goed, die actie doen we niet, dat is een slecht idee. Dat doe ik heel graag, fantastisch, gaat goed. Wat ik niet goed kan, dat is met mensen babbelen over hun looneisen. Ah, en over hun, hun dat ze eigenlijk liever niet willen het, samenwerken het, het niet leuk. met Den die. En dat dat programma, dat ze dat eigenlijk nu toch al, al toch al drie maanden doen. En dan toch wel nu verveeld mee zijn met dat programma. HR en dat is al. Ja. Dat ging niet. Allee, dat, ging, bedoel, dat ging wel. Ik heb dat anderhalf jaar gedaan. Dat is, dat is, heeft, dat is gegaan. Hè? Ja. Maar um, dat, dat was echt heel heftig. Voor mij was dat, ik voelde ja. dat, dat, dat sloopte mij. Dat sloopte mij gewoon. Die gesprekken daarover, heel de dag. Want eigenlijk, allez, dat klinkt zo leuk, maar een radiostation leiden, maar natuurlijk is dat vooral dat soort dingen. Vooral vergaderen ja. over een budget en over een proble problemen oplossen. Dat is ook de job, hè? problemen oplossen. Ja. En dus dat, en daarnaast kwam nog het, 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 uh, het feit dat ik, ik presenteerde ook nog de avondspits gelijk met die functie. Dat is niet zo slim. Ja. Um, en mijn agenda, dat zat zo vol gebetoneerd van zo acht uur s morgens tot zeven uur s avonds elke dag, oneindig ver, zo ja, ja, dat? Ja, ja. En dan dat word je zot van, en dat, dat ging niet. En dus ik heb eigenlijk na anderhalf jaar beseft van, ik zit hier vlak voor een burn-out. Mm. Ja, ik had vrienden, psychologen, <laughs> die, ja, 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 ja. Die, echt zo, die echt zo zeiden van, uh, wacht eens, de drie kenmerken van een burn-out zijn dat... Ik weet niet wat het was. Uh -huh. dat je zo Mag dat, alle drie? En wel, ik, ik kwam heel dicht in de buurt van al drie, inderdaad. <laughs> en toen zeiden ze van, jij hebt, jij stevent af op een burn-out. En heb ik dat heel goed en op tijd kunnen zeggen tegen mijn baas. Van kijk, ik wil hiermee stoppen. Ik weet nog heel goed, het was zo een vakantie. Ik was naar, Amerika, ik was naar LA, net mm -hmm. op vakantie ja. geweest. Dus ja. dat was echt een, een heel goed moment. In de zin van, je moet eigenlijk zo... Ooit even een vriendin mij geleerd, je moet negatieve beslissingen nemen op een positief moment, dus op een, op een goed moment als het goed gaat, dan moet je het afmaken met je lief niet altijd, hè? Maar ik wil zeggen. Als het, wil dat dat is een gelukkig, je... kon niet beter. Zeven keer per week seks. Hier gaan we mee stoppen. Schu, het is genoeg geweest. <laughs> so, I'm, I'm way too happy. This is ridiculous. Get the hell out of my house. <laughs> dus uh, ik, dus ik, ik kwam van, van L.A. Dat was een geweldige vakantie geweest. En toen, als je op dat moment voelt: van, uh, het is niet oké. Okay, dan, dan is het wel het moment. Omdat, ja. nee, dat heb je ook beslist. Dat het niet en... ingegeven is door een slecht gevoel of ja, een slecht moment. Maar dat je ja, ja, eigenlijk een klein beetje objectiever Exact, ja, ja, dat je eigenlijk vanuit een, een, een positieve periode kunt kijken: van ja, ja, wil ik dit eigenlijk nog wel? Is dit wel nog een goed idee? En als je dan vaststelt: van nee, dan is dat maar en dat was bij mij zo, dat was heel duidelijk. En toen heb ik zo met veel hulp van mijn baas ook kunnen dat meteen stoppen. Mm -hmm. Dus dat was eigenlijk heel heel ja, heel heftig, maar ook wel boeiend, natuurlijk, want dat was de eerste keer. Ik ken ze de, de, de uitdrukking u um, zelf tegenkomen. Ja, ja. mm -hmm. Daar ik. Ik kende dat niet. Ik, ik ja. dacht van ja, het zal wel dat die uitdrukking bestaat, maar eh, wel. Mm -hmm. Maar daardoor snap ik die uitdrukking. Ik ben ja. echt zo mijzelf. tegen... Ik heb echt zo ja, zo dat je iets aan het doen bent en dat je zo botst op je eigen grenzen. Ik denk dat dat, dat betekent. Ja, hè? Dat je ja. botst op. Oh, voilà, dat was bij mij. Ik heb echt, ja. echt gebotst op mijn eigen grenzen. Of One dat je iets leert kennen over jezelf, dat je dacht dat ja. er niet was. Of ja, zo. Ja, voilà, voilà, dat je exact. denkt, oh ja, zo. Dus in die situatie ben ik zo. Ja, exact zo. zo. Dat, dat kan ik niet ja. aan, bijvoorbeeld. Zo. Ja, en dat is niks voor mij. Ja, zo. Dat heb ik nu ineens door. Ja. Dat dat, ja. En ik vind dat, ik vind dat wel. Allee, dat is natuurlijk een beetje erg om te zijn, maar ik vind het wel fantastisch dat je dat kunt meemaken en dat ik er niet iets zwaar traumatisch aan overgehouden heb. In dat ik denk van, misschien moet ik dat ooit nog eens proberen, ja. maar dan beter voorbereid met alle kennis die ik nu heb en ja. dingen dat je weet van kijk dit. Uh, ga ik niet doen, dit ga ik wel doen. En zo. Dus Delegeren. Ik, vind, ik, zo, dat wel, ik, ik weet dat ik dat gedeelte niet voor mij rekening moet nemen, want daar word ik dood ongelukkig van. Exact. Dus daar stel ik iemand vooraan. Ja. Exact. Dus ik vind dat, dat was wel, alleen, dat was een heel heftige periode, uiteraard. Mm -hmm. Maar dat was wel heel boeiend om dat mee te maken voor mij. Want je zit, je, je zit in, oh sorry, André. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, omdat je, als ja. je eigenlijk wat wel eens, je zei iemand, je zit... Dat voelde een, een passie voor radio, voor het medium. Je kunt wel zeggen dat je de full circle hebt gedaan. Ja, je hebt ja. ook achter het gordijn gezien, je hebt kunnen zien wat het is. Ja. Zijn, zijn een, uh Zullen je anders radio beginnen maken na die nee, periode? Nee, dat niet, totaal niet. Maar wel, ik kijk wel anders naar mijn bazen natuurlijk. Je hebt <laughs> ja, een beetje meer sympathie voor die wel, mannen dan ja, ervoor. Ja, wel, ook. Maar ik weet ook dat. Hè, dat ik zeg van, ik begrijp. Zo druk je niet. <lacht> 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 maar, maar, ook, maar ook, natuurlijk. Ja, ja, ook een beetje zo. Uh, zo uh, dat ik denk van, sorry, maar je moet niet zeggen dat je dat niet kunt regelen, jij kunt dat wel regelen. Ik weet dat jij dat kunt regelen. Ik heb je functie gedaan, ja, ja, ja. Dus je en... moet niet afkomen met dat. Dat is gewoon niet waar. Dit loon zal het worden. Ja. <laughs> nee, maar, ja. Nee, maar ja, maar, oe, maar je, je, je kent gewoon de wat echt letterlijk veel meer van binnen en van buiten. En dat is wel boeiend natuurlijk, dat is wel tof, dat is leuk, ja. Ja. Misschien nog eentje wel uh, zeggen, um, want er zijn er wel veel die dat al gedaan hebben, niet alleen in radio, maar ook in tv en zo, van het ene huis naar het andere springen. Uh, wat is dat eigenlijk? Is dat eigenlijk ach, wordt daar meer van gemaakt dan het is? Is het uiteindelijk toch ook maar hetzelfde? Wat je bedoelt mijn overstap van, van Studio Brussel naar Q, naar Q, ja. Q Dat bedoelt je? Ja. Hmm. Uh, van VRT en of VTM, en ja, ja, ja. Of naar, naar, van de commerciële zender naar de openbare omroep, dat soort dingen. Ja, dat, was gedaan, toen, dat was toen heel veel, heel veel gedoe. Hey, mij, bij mij was dat toen heel veel gedoe. Hè? Ik denk dat dat wordt vandaag al wat minder zou zijn. Vandaar zijn, zijn er al meer van dat soort bewegingen gebeurd. Ja. Meer mensen erbij gedaan. Toen was dat heel veel gedoe. Um, ja, wat, da, wat, wat, wat ik hier daar vooral bij heb is hoe schoon eigenlijk. Hoe schoon, ik ben echt uitgescholden voor het vuil van de straat. Eerst mm -hmm. een jaar en dan nog tien jaar. Zo, <laughs> letterlijk tien jaar. En nu is dat nu. Ik heb echt verrader. Dat, ik, ja, ja, zo dat. En mm -hmm. wat, was dat nu? Ah ja. Uh, in eind, in de laatste schooldag, dus eind juni, was er nu nog een, een moeder van school. die bij mij ja. kwam en zei: van, die, die keek naar mij en die zei. Ja, hij had, had nog nooit veel tegen mij gezegd. Kijk mij en zegt: Ik ben zo kwaad op u geweest. Ik zo: Hoezo? Ah ja, toen jij overstapte van Studio Brussel naar Q-Music. Ik dacht: van, Dat is 17 jaar geleden. Ja, <laughs> dat wel... maar, goed, maar wat je vooral hebt daarbij, wat ik vooral daarbij denk Is dat is... een compliment? Wat een compliment voor ja. het medium. Mm -hmm. Ik bedoel, als ik van verzekeringsmaatschappij AXA naar verzekeringsmaatschappij Wikitwa overstap, mm -hmm. dan ga ik niet dat er veel klanten echt mij gaan beginnen uitschelden um, in mails en, en kwaad zijn en beginnen roepen. Dat, dat gaat niet zijn. Oosterlink naar VIDEA. het is gedaan <laughs> met de wereld. <laughs> dat is... Maar blijkbaar is dat bij radiostations wel ja. of zo. Zit daar zoveel gevoel in? In, 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 het, in die ervaring van daarna te luisteren, hebben mensen daar zo'n affectie, affectie bij of zoiets, of zo'n emotie mm -hmm. bij, dat dat heel belangrijk is, of zo. Hè? Ja, en en Stubru heeft dat dan vooral nog gewoon... omwille van, zeker dat, hè, toen toch ook zeker, dat alternatiever gegeven ja. en dat... Hè. Dat je dan ineens het gevoel hebt van oh, de sell-out, hij is nu weggestapt naar de grote commerce. Hè? Ja, ja, ja. Terwijl dat het alle twee boîtes zijn die willen draaien met winst. Hè? Dat komt allemaal op hetzelfde neer. Je hebt het gevoel dat dat terug een beetje. Goh, ik ga nu een heel stom begrip, of misschien niet, een soort full circle ding is dat jij terug bij, bij Willy zit. Ah ja, ja. Well, het, lijkt, het lijkt er wel wat op. Het hè, lijkt van, erop, maar... Want ik heb zo'n beetje, het, Willy wordt vaak vergeleken met het soort oude, oude studio, studio Brussel. Brustel, dus in mm -hmm. die zin wel. Aan de andere kant is Willy natuurlijk ook deel van DPG Media, waar Q Music en Joe bij zitten. Dus wij zijn daar deel van. Wij. wij ook deels op, op de, de techniek en de studio en de HR van, van, van het geheel. Hè? Dus dat zou ik niet zomaar gaan zonder. Dus ja, een beetje, een beetje ga ik zo, voor denk ik, een aantal mensen terug naar mijn route. Wat ook heel grappig is, is dat zeker toen ik de eerste dagen bij Willy begon, eerste weken, dat er heel veel mensen zeiden ah. Daar zei het terug. En van, zo, dan ik dacht van, hoezo ben ik terug? De ja. Van ja, de laatste keer dat ik je heb, is 17 16 jaar hebben Ik totaal echt, er niks toe gedaan. Die, die, die tijdverspilling zijn, daar, maar nu die zijn volledig die... overgeslagen. Echt letterlijk volledig overgeslagen. Gewoon heb terug diezelfde mensen. gewoon terug. En ik denk van, prachtig. Aan de andere kant, en daar moet ik wel eerlijk in zijn, ik ben wel heel blij dat ik niet 16 jaar. Hetzelfde gedaan heb, mm. maar dat ik iets anders gedaan heb. Dat ben ik. Voor mijzelf, als ja. mens, heb ik dat wel nodig. Ik heb dat nodig dat er iets verandert. Hè? Dat, mm. dat dat milieu of zo verandert. Dat, dat, dat daar nieuwe impulsen zijn door een nieuwe omgeving of zo, want dat was wel. Of door nieuwe mensen of zo. Dat heb ik, ik wel nodig. En ik zou dat heel hard missen als ik dat niet zou gedaan hebben. Als ik gewoon zou bij Studio Brussel gebleven zijn, nog 16 jaar, kans is klein. Mm -hmm. En dat ik dan, nou dat zou heel. Dat zou, ik zou. Allee, wat een heerlijke tijd. Wat een avonturen heb ik beleefd op die 16 jaar dat, dat, dat ze mij allemaal niet gehoord hebben. Zo. Ja. He? Zo, dat, vond, dat vind ik voor mijzelf zelf. Ik vond, vond ik dat een hele mooie zin die je gezegd het in een interview. Ik ben bang om interesse te verliezen. Dat vond ik een hele, hele, hele toffe zin. Want dat is zo een van die... Allee, weinig, weinig oerangsten worden uitgesproken en dat hoort daar dan bij. Het is vaak ja. de dood of ouder worden of ah, noem ja. het allemaal maar op. Maar gewoon dat... Ik heb niks meer voor te leven, want niks interesseert mij nog. Ja. Ja, ik, ik, ik beschouw dat ook als, zo, als hetgene wat ik het liefste... Eh, wat, wat ik voor mezelf het belangrijkste vind. En... Ook, ik voel dat ook bij mijzelf in mijn radiowerk en in mijn podcast ook dat dat, 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 dat daarop draait, dat draait op, op nieuwsgierigheid en mm -hmm. op interesse van hoe werkt dit en hoe kan ik dit beter maken en welke boeken whatever, heeft, hebt, hebt, wilt jij lezen, wat, wat vind jij dat ik moet lezen en, en dus die interesse van hoe doe jij dat, uw job als jij zaal staat. Hoe, hoe werkt dat dan bereid je dat, wat bereid je voor en hoe gaat dat en sta je dan stil en bewust, bewust of niet, al die ik wil dat allemaal weten zo, ik wil dat mm -hmm. Allemaal weten en dat is voor mijzelf ook ja, mijn grootste, ik weet niet wat, grootste ding voor mijzelf in mijn, in mijn leven of zo. Ja. En dus als er iets is waar ik schrik van heb, want dat was eigenlijk de vraag waar ik het meest schrik van, heb, ja, dan dan, um, dan denk ik van amai, maar als dat weg is, ja, wat is er dan over of zo? Wat is er dan is er zo, zou er precies zo niet veel meer over zijn. Mm. Is dat? Het? Nee, ik verstand perfect wat dat je bedoelt. Ik vond dat, daarom vond ik dat ook zo'n zin die er enorm hard uitsprong bij mij van te denken. Omdat je soms kunt ook zo eh, Je kunt dat dan hebben als je ouder wordt en je ziet allemaal dingen gebeuren. Want er, is, hè, er, er komt sowieso een generatiekloof, of dat je het wilt of niet. Ja. Ik voelt ineens van ja, die, die jonge mensen bezien je echt als een oude lul. Ook al bezien je, bezie je zelf nooit zo, maar dat is wel zo. En is er zo één ding dat zo'n gemakkelijkheidsding binnen jezelf kan zijn en kan zeggen: Ja, het is gewoon niet meer voor mij. He, zo, Lat, laat ze allemaal maar doen, het is niet meer voor mij. Maar er is ook zo'n deel van mij dat dan denkt: Nee, nee, god u er toch maar wat mee moeien. <laughs> zo, dat anders, wat, wat loopt hier dan nog te doen? En ze de letterlijke kant zeggen: Ik ben nu gegaan van op het veld naar, naar een toeschouwer. He. Ja, die je alleen het leven maar wat voorbij ziet gaan en dan denkt: Ja. Allee, ik heb mijn een tijd gehad. Ja. Terwijl dat ik oh, denk, de tijd die je ja. gehad hebt, dat is wanneer je hart stopt met oh, kloppen. Wat, dat vind dan ik echt, uw een tijd gehad. Wat een vreselijke uitspraak, van ja. ik heb me tijd Ik heb mijn oh, een tijd ja, gehad. Ja, ja, ja. Dat maar, ik zo denk, oh, ja, liefst niet. Zo. Ik zou graag, zeg, zo vlak voor ik gaan, zo... Ik heb een tijd gehad! <laughs> zo, dat, ja, dan heb je echt letterlijk dat gehad. Mag het, ja, dat mag Dat was het. het. Maar <laughs> voordat dat er is... Denk ik toch dat je uw eigenen toch zo'n beetje verschuldigd bent van nog ja. aan moeite te doen? Nee, van... er, was, er was zo een schrijver, Erik Verpaal, een Vlaamse schrijver, die het cel zaten. En die zo. Ik, had, ik, ik, ik heb er zo heel lang niks meer van gehoord. Is intussen is ze gestorven. Uh, heel lang niks van gehoord. Had een paar goede dingen geschreven. En plots vertelt zo een vriendin tegen mij die hem kende. Van ja, goh, die heeft zo eigenlijk nooit heeft die nooit zo meegegaan in zo de. de die had dan geen e-mailadres en die had dat, laat staan dan social media of zo, maar die, had, die deed daar allemaal niet mee mee, zo. Mm -hmm. En dus ja, dan werd die dan ook niet meer gevraagd voor dingen, want ja, als je geen e-mailadres. Maar e ja, ja, ja. ik spreek nu over 15 jaar geleden, hè? Staat er zo, he? ja. En dat is een beetje hetzelfde heb ik dan nu met zo'n social media, zo. He? Je zou als 50-jarige kunnen zeggen: van oh, jongens, weet het, daar ga ik niet meer. maar ja, ik. Dat is, dat is een, ik vind dat, dat bijna dodelijk. Het ja. is bijna dodelijk om te zeggen van, ik, ik ga het nu wel niet meer mee doen. Mm. En van Ja, nee, maar daar gebeuren dingen. Dat is toch op, het is opwindend als je ziet hoe de wereld daardoor verandert. Ja, ja. Wat, als, als, het is fantastisch om te zien. En daar zijn natuurlijk waarschijnlijk dingen aan die, die we niet leuk vinden, maar er zijn ook dingen aan die fantastisch zijn. Ik heb zelf, ik, ik weet nog heel goed, zo, helemaal in het begin van Twitter, als ik zoiets van Twitter... Schitterend. Uitgevonden voor mij. Het is voor mij uitgevonden. Dat is gewoon... Alles in één zin, zeggen, Geen nuance. Prachtig. Ik kan niet wachten. Ik had zoiets van... Er gebeurt zoveel in mijn programma. Ik zoek een manier om dat zo te kunnen in de wereld gooien. Maar ja, zo, je kunt dat in je artikel schrijven. Hè. Wat moet dat dan doen? Dat van, ah, Twitter. zo ja, Allemaal ja. korte dingetjes. Perfect voor mij. Ideaal. Voor mij gemaakt. Zo, en ik vind dat wel... Maar dat is het wel een beetje. Hè. Dat je zo... Je kunt gemakkelijk kunt zeggen van ja, weet je, daar ga ik niet aan meedoen, zo want nee. dat, is, dat is voor de dus voor, voor voor, voor jeugd of zo. Ja. En ik van oh, nee, kom aan, doe do mee, please. O, mee. Pas op, misschien heb je dat over tien jaar ook, hè, maar voorlopig ja, nog niet. Je weet dat niet, hè, maar, maar het, is, het is wel zoiets. Ja. Maar wat je het straks zo zei, helemaal in het begin van het gesprek zei, van ja, soms stel ik wel wat in vraag, hè, dat, dat je op die workshop zomaar, ineens begon te twijfelen, dat even meepakken, nou, waar we nu zitten of zo. Um, je kunt niet meer onheilspellende berichten lezen als het gaat over jonge mensen en de klassieke media. En radio valt er ook onderheen. Wie luistert er nog naar radio, Spotify en bla bla bla? Hoe ziet jij dat dan? Ja, ik weet dat niet. Hè. Net zoals iedereen. Ik heb geen idee. Alleen wat je ziet is natuurlijk dat sowieso. We meer naar, um, ay, dat we sowieso minder radio gaan luisteren, klassieke radio, sowieso. We mensen, jongeren dus. Denkt u dat, dat ik eigenlijk, omdat je zegt van ja, wat ik altijd gedaan heb, is dat eigenlijk nog, moeten we dat nog doen? De vraag is, um, denkt je dat, dat het zou kunnen helpen? Of wat, wat helpen? Stel dat we, hè, als radio uh, minder en minder wordt, TV doet dat ook een beetje, ja, het in C verandert er ook niet zoveel aan wat er gemaakt wordt. Hè. Hier en daar. Dus zou een totale omgooien van hoe dat we radio moeten maken, zou dat het tij kunnen keren? Ik denk... Kijk, het ding is... Wat je altijd moet doen, denk ik, bij, zo, bij een medium, is kijken van waarom bestaat dit medium? Wat is de, wat is de essentie, de essentiële kracht van dit medium, denk mm -hmm. ik? Hè? Denk dat je dat moet doen. Ja. Allee, hè? bij elk ding apart. Hè? Mm -hmm. En bij, radio, bij, bij, bij Spotify of bij Spotify, is, is dat heel duidelijk dat je zelf kunt kiezen welke liedjes dat zijn. Ja. <laughs> dat is duidelijk de kracht ja, ja. van dat fantastisch ja. medium. Oké, okay. bij radio is dat niet de kracht van, je kunt niet zelf kiezen welke liedjes dat zijn. Wat is de kracht van radio dan? Dat iemand anders het, het host, dat iemand anders het cureert en voor je liedjes kiest? Een beetje, deels wel, nee. ja. maar toch ook wel, en ik denk dat, da, dat, dat dat belangrijk is, dat het live is. Dat het live voor uw oren gebeurt. Dat dus eigenlijk dat je in de auto zit en dat die presentator op dat moment in de krant aan het lezen is over het concert van Nick Cave dat gisteravond. Was in sport, of op of whatever. Ja. Of op werkt dat, dat dat live is. En dat jij reageert, dat hij daar iets mee doet. En dat, hij, dat, hij, dat het vandaag een, een vochtige, warme dag is. En dat die presentator daar laat voelen aan u. En dat als jij dan morgen herbeluistert, dat dat belachelijk is. Want dat slaat nergens meer op. Ja. Dus ik denk dat, dat dat is het verschil ook duidelijk met podcast. Hè. Podcast is: mm -hmm. dit, dit kunt je ge gerust over een jaar. Zeer boeiende aflevering blijven. Over een jaar. Ja, maar, uh, maar, maar, uh, maar bij radio... radio ik, ik heb, wat vind je daarvan? Mijn, mijn van, gevoel bij een radioprogramma is... Als mijn programma hè, morgen nog beluisterbaar is... Heb ik het niet goed gedaan. is ik... Dat ja. is wel Stare? een coole zin. Ik, wist, ja. ik vind dat een supercoole zin. Maar ik denk dan... Ja, wat doe ik daar dan? Want ja, maar dat vragen wij ons ook <laughs> <af en toe. lacht> Nee, maar dat, dat, dat geldt voor, 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 voor dag- of ochtendradio. Maar je hebt ook wel... Je zult, je zult het nou niet hebben over hey, de eigen lof, stinkt, onze eigen dingen. Maar een programma is duister. Of een programma. Maar ja. maar dat, dat zijn, maar natuurlijk. Maar dat zijn ook. Dat zijn natuurlijk programma's die. die je dat zijn gespecialiseerde ook als... programma's ja, ook. En hè. die je dus ook als podcast gaat, kunt gaat aanbieden. Dat is een deel van wat je aanbiedt op je station. Maar oh, is, oh. dat is niet alles. Hè. Er zijn, dat is oh. eigenlijk maar een klein deeltje. Het grootste deel is die live. En ik denk ook dat. De kracht van de radio, want dat was de vraag. Wat is de kracht, wat is de essentie? Dat het dat live aspect is. Dat dat, dat dat heel belangrijk is. Ja, en een deel van wat je, erna, wat je ervoor ook zei, klopt ook, vind ik. Dat cureren, omdat dat soms ook leuk is om. Het gevaar van Spotify natuurlijk is: tenzij dat je het ook Spotify het voor u lot cureren, want dat kun je dan ook doen door zo'n plaat op te zetten en hem dan gewoon maar te laten gaan. Ja, ja. Dan kom de dingen tegen die je niet kent. Ja. Terwijl het, het gevaar is dat, dat, dat als je dat niet doet, dan krijg je dat eigen bubbelding. Gelijk dat je ook zo echo-kamers hebt op, uh, waar je alleen maar meningen leest die overeenkomen met die van u, En dat je dan gaat denken dat de wereld zo ja. in elkaar zit. Ja. ja. Dus dat heeft ook wel iets. Maar ja, dat live-ding, daar had ik nooit bij stilgestaan, maar dat klopt eigenlijk wel, wat je zegt. Ja, ja. en dat is ook dat is zo schoon, dat, ja. dat, 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 ge, dat, ge, dat gevoel ook als je iets... Ik herinner me de, de beste radio-uitzending die ik ooit gehoord heb. Ik ga nooit vergeten. En als ik ze nu zou beluisteren, zou gewoon, gewoon waarschijnlijk slecht zijn. Mm -hmm. Dat was Luc Jansen, dat was op Studio Brussel, die heette Mish Mash. Ja. En, en die was... En dat was één uitzending. En ik zat dus in de auto. Belangrijk, ik zat in de auto. Ik heb er niet achteraf gehoord, dat zou niet werken. Ik, heb mm. ik zat in de auto. En Luc Jansen was, ik heb het hem nog gevraagd eraf van waar je die, die zat, of wat, wat, wat was er? Wat was er aan de hand? En hij zei, ja, ik, heb een, ik zat met een fles wijn in de studio en zo en uh. alles dicht en zo. En die, dat was eigenlijk één mix van muziek. Heel uh, dansgeoriënteerd. Eén mix van muziek, twee uur lang. En die uh, riep heel de tijd. Uh, seksueel georiënteerde uh, beledigende onzin. Mm -hmm. Riep die je uh, op die, maar perfect op die, op die platen en met dat ritme? En die voelde die, want die, die voelde die muziek heel hard aan. Ja, ja. En dus die deed op die intros en op die outro's. Echt zo, en schoon, schoon, vunzig. Ja. Vunzig dat allemaal. Dat ging over Siska's Scooters. Ja. Maar echt waar, je, wilde, dat zou, je kunt dat gewoon niet meer uitzenden. Je wilt dat ook niet meer horen. Maar Waarom was dat zo geweldig? Omdat dat dat moment was. Ja. Ik, op dat moment, deed hij in de, in de auto bij, bij mij. En dat was, vind ik, nooit vergeten. Maar zend het nu opnieuw uit, werkt niet. Werkt niet. Het is nee, nee, het, is nee, het nee. moment. Het gaat het, radio gaat om het moment. Ja, hm. Overal. Uitzonderingen niet ten aanzien. Wat, wat, wat zeg jij als iemand zegt, uh, radio, ik luister daar niet naar, want... Ik heb geen zin in uh, belspelletjes en, en meningen die me niet interesseren en interactie. Of... Oh ja, natuurlijk, maar, maar perfect. Maar okay. kijk, er zijn. Gemaakt radio is een, is een massamedium. Hè. Dus gemaakt radio voor een publiek, voor een groot publiek. Sommige zenders voor een heel groot publiek, zoals Q-Music, zoals Radio 2. Uh -huh. um, sommige voor een heel klein publiek, zoals Willy, maar toch nog altijd voor een redelijk. ...percentage van de bevolking. Hè? Dus ja. niet zo voor drie mensen, niet en, enkel en voor jullie. in jullie, jullie geval hè? ook een heel verbaal... ...percentage van de bevolking. Ja, ja, vanaf vanaf. Voilà, voilà, ja. voilà, voilà, voilà. klopt. Ja. En dus, je moet gewoon weten dat, dat... ...sommige mensen luisteren... ...omdat ze dat leuk vinden. Belspelletjes op Q-Music bijvoorbeeld... Vinden. Is, is dat, ...wordt dat heel erg... ...mensen hebben dat graag. Belspelletjes, het wordt niet maar zo... Nee, dat dat ...sprekjes ja. ja, en, ja, ja. en... En alleen, je moet wat dan wel... ...en dat is dan mijn, een beetje mijn vakidiotie... Volgens mij kun je alles verkocht krijgen. Je moet het gewoon goed doen. Hè? Je moet, uh, iedereen ergert zich. Elke luisteraar ergert zich aan een slecht gesprek met een luisteraar. Ja. Maar iedereen vindt een grappig gesprek met een luisteraar grappig. Ja. Dus het, het gaat niet om. Wat, wat je doet, het gaat om hoe goed dat je het doet. Hoe strak dat je het doet. Hoe kort dat je het doet. Hoe, hoe grappig het is. Of hoe, hoe vlug het voorbij gaat. Daar gaat het om. Niet zozeer om, om of dat je een spe... Iedereen doet een spelletje. Ieder... Elke radiozender doet wel eens een spelletje. Elke radiozender doet wel eens een interview. He? Elke radiozender heeft wel eens een luisteraar aan de lijn. Maar de vraag is, wat doet je ermee? Hoe goed doet je het? Hoe goed probeert je? En dat, dat is mijn job om dat te proberen goed te doen. Proberen. Als jij er juist zei van. Uh, ik weet eigenlijk helemaal niet meer of ik het weet. Misschien moet ik gewoon stiltes laten vallen. Het niet allemaal aan elkaar kappen. Ja. Dit en dat. Hallo. Heb je eigenlijk zin om daar eens mee te experimenteren? Of kun jij oh, dat maar, zelf heb... niet meer aan? Ja, ja, ik heb, ik heb dat gedaan. Hè. Ik heb. Goh, ik heb, ik heb, jongen, bij Q. Oe, bij Q heb ik een bepaald moment. Samen met Vincent Virus. Mm -hmm. Hebben wij een vrijdagavondprogramma gemaakt. Maar echt waar. Uh, dat was. Dat was niet uitzendbaar, maar dat was wel op cue zo maar dat was niet... Wij begonnen elke aflevering met Lust for Life van Iggy Pop, elke aflevering. Wat niet echt een q plaat is. Ja. Elke Langste intro ooit, dat je die moet vollullen. Ik ben er gisteren achter gekomen. Je hebt die moeten draaien. Maar echt, dat stopt niet. Ik had er vooral en ik zat nog halverwege. Ik had al Jazz Midlander bijgesleurd, moest ik nog 20 seconden doen. Dat doen wij altijd. Amateur. Loser. Dat, Loser. Dat, dat doen we trouwens altijd, denk ik, één stuk voor, stuk dat we verder gaan van Michael van Peel. Die deed, daar moest ik zo hard mee lachen. Dat hij zei van, en dan zat er zo, een, 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 ik weet niet meer welke DJ dat was, dat noemt, en die is maar aan het lullen en aan het lullen. En, ja, ik moet hier blijven, die dat letterlijk ook zei. Ja, ik moet hier natuurlijk blijven praten totdat de zang begint en zo. En dan zeg je in die intro, was... stairway to heaven. En zo: Shut the fuck up! Zo, ik wil u wel nuttig niet horen, nog nozeling. Dat is een fucking geniaal <laughs> stuk muziekje. Zo, wat hij er maar dat gaat te zeggen. Zo, dat vond ik ook wel een mooie manier om het te bekijken, natuurlijk. Ja. Dat ik denk, ja, je kunt dat ook gewoon laten spelen. Ja. Dat is wel een goed nummer. Absoluut. Eigenlijk, hè. Kijk, Andries. Hey. <laughs> <laughs> hey, Lust for Star, Life. Ik kon stairway to hebben vol nul deze week. <laughs> <laughs> hey, hij gaat trouwens een geweldige versie oh. van Lust for Life uh, in de Prodigy Remix. Oh, oké. Okay, nog Tug. niet goed eigenlijk. Uit de uh, soundtrack van Trainspotting. Ja. Af en toe gooi je die tussen in de plaats. Mm -hmm. Dat is echt, echt geweldig. Vincent Fieris en gaaf vier... vrijdagavond, ja. op de kussenloten te helpen. Ja, dat was echt... Als ik er nu aan denk, denk ik van, wat deden wij toe? Zo... Dat was echt zo... Dat was echt veel te harde muziek. Veel te veel luisteraars. Veel te veel... Echt zo, elke uitzending hadden wij drie nieuwe rubrieken. Hè? Maar de rubriek op de radio, dat tient om zo eigenlijk een soort... Vertrouwen te wekken, ja. dat je volgende week weet van. Ah ja Een herkenbaarheid. Sfeer, het is weer zo. weer die rubriek. Ja, ja. Hè, zo, je moet dat dus niet elke week. al je rubrieken wegdoen en drie nieuwe. en dan ook compleet absurde rubrieken. Dat ging helemaal. en dan, oh my god, maar zo. zogenaamd van die machines in de studio. Dat vind ik heel, dat vind ik heel leuk, dat vind ik heel grappig. Mm -hmm. Machines in de studio, waar, waar dingen uitkomen, zogenaamd. Ah, dat ja. moet ik, ja, maar het moest erbij zijn. <laughs> Het is dus een heel herde, you should have been there. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Maar dus, dat was echt, zo een, echt gewoon een experiment van, wat zijn wij hier in? Dat je op het moment zelf aan het afvragen bent, wie heeft hier een boodschap aan, behalve wij zelf? Niemand, maar het was zo leuk om te doen, zo heerlijk om te doen. Dus ja... Is dat, is dat, is dat een vorm van, uh, want ik... ik, ik uh, Vincent Vier is zo, ook een collega, ook een, een geweldige gast. Ook, ook zo'n kerel van dat gevoel dat als er kans is om wat mee hem te doen, zal hem rap naar die richting gaan. Hij zo, echt, je houdt er ook wel wat van. Heb je een, uh, een gezonde vorm van zelfdestructie nodig om op de radio te gaan? Ja, nee, je kunt ook heel... Op uh... Radio 1 hebben ze dat duidelijk minder. Ja, exact. <lacht> <lacht> maar niks mis tegen Radio 1. Nee, nee niks, niks mis met Radio 1. En, en. Akkoord. Maar, maar, maar... Als er maar, maar het, het woord wel. dat betekent. vergeet alles vergeet wat ik net woord. gezegd heb. Hier komt wat ik er echt van vind. Ah, ah, maar maar dus, een van mijn, mijn vaste dingen voor, voor het bedenken van radioprogramma's. is. zo hard mogelijk tegengesteld aan Radio 1. Dus vind ik, dat vind ik echt waar je moet naar streven. bij een radioprogramma. Zo ver mogelijk van Radio 1. Dus niet, dus niet proper niet zo afgeleind, hmm. niet, zo, dat is de al allemaal niet zo. Dat, en dat heb ik toch ja. letterlijk zo in concepten van programma's ge, op opgeschreven, zo van te radio ra een, niet zo... radio 1 genoeg. <laughs> Terwijl ik daar wel, ne, ne, kan daar wel van genieten ja, maar ja. ja, ik luister er ook naar, hè? Ik luister er ook natuurlijk. Maar, maar het gaat gewoon om wat je als presentator op bepaalde stations wilt uitstralen. Mm. En ik, ik luister heel vaak naar Radio 1, maar, en ik luister daar ook graag naar. Maar soms wil je een programma maken dat echt niet zo is. <laughs> dat is <gewoon> <laughs> I I <laughs> ja ik heb dat ik heb dat ene keer uh, moeten doen we hadden uh, de radio zo ik weet niet of je dat ooit verteld tegen Alex. maar we moesten zo het was twee jaar Willy en dan was zo'n duo concept uh, uh, allee, dat was dan bedacht en je moest dan altijd in duo presenteren dus heb, ja. de analyse uh, Ori een uh, channel manager die belt van ja zie je hij zit dan met de Marcel van oh, Marcel. Tilt. Ah. Dus, ik, dus ik denk ja natuurlijk. hij is dat is een legend ah. ik bedoel je kent elkaar wel, maar ik heb nog nooit met hem gedaan. Ja. Je, maar ik heb dus één keer in mijn leven met twee iets gedaan. En uh, wat ik daar ongelooflijk om vond was. Dat, dat is echt die een omarmt zelfdestructie. Ja, ja. Maar hoezo, hoezo dan? Ja, dat begon eigenlijk. Want je, 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 je komt altijd op zijn poten. Uh -huh. Dan zie je dat aan een grote is. Altijd, ja, dat begint gewoon met zo. Ja, je drukt al op een knop en mijn blok was al weg. Dus begonnen dat begon het al. Maar. In plaats van dat dan, ik, ik zit er al zo, oh nee, want ik ben voor alles, maar hoe dat ik, ik, ik heb daar veel van geleerd. Je ziet dat en dan zie je die echt live op de radio, oh zit dat nou weer. En je begint ook gewoon te benoemen wat de montoon is. En mm -hmm. zo die rust en dat zijn met, ja, ik heb erop gedrukt, ik kan het niet meer ongedaan maken. We zitten hier nog een uur en een half, mm -hmm. we maken er het beste van. En dat vond ik wel. Ja, Is inspirerend het woord of is dat de hol nu? Nee, nee ik snap exact wat je bedoelt. Ja. Ik denk dat dat ook een, een soort, uh, jo, wat je zelf eigenlijk ook al een aantal keren hebt gezegd, hoe langer dat je bezig bent. Je krijgt een soort vertrouwen in eigen kunnen. Hè. Het is ook een beetje zoals autorijden: ja. dat je niet meer die tunnel vision hebt van ik moet hier op de weg blijven, maar dat je eigenlijk het ik ben naar huis gereden, en ik weet niet hoe dat ik er gerokt ben. Ja. Dan, ja. Weet je, dan weet je ja. echt dat je goed bezig bent. En ik kan dan misschien een, 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 een parallel trekken met comedy. Maar ik kon bijvoorbeeld vroeger, in het begin van mijn carrière, een blackout hebben. En dat is blackout en niet meer weten wat dat je moet doen. En als ik dat nu heb, dan zeg ik letterlijk. Goh, maar ik heb eigenlijk geen idee niet meer waarover dat ging. We zijn hier eigenlijk iemand aan het opletten waarover opletten. En je krijgt zo'n soort bijna anarchistisch. Who gives a shit ding. Omdat je ook voelt van het komt wel goed ja. of zo. Ja. En je kunt dat ook alleen maar. Dat kan ook alleen maar lukken als je een klein beetje chaos in je leven ook omarmt. Dan maakt dingen ook pleasanter. Ja, ja. Dat je voelt: van, oh, my, deze is echt volledig zonder net. Dat... Zo, we zullen wel zien wat er hier gebeurt. Zo, dat heeft... Er zit ook een enorme kracht dat daarvan uitgaat. Bij toen, want dat, dus die blok gaat weg. Dus, dus we gingen om de tijd. Twee dus nee nee we, we mochten we, het was alles was twee ja. dus het begon met twee nummers van hem en dan twee nummers van mij maar hij zei ik zal ik, ik wel de knoppen doen want ik wou eigenlijk wel de knoppen doen zijn nummers zijn gedaan die drukt op de knop en mijn blokken zijn weg natuurlijk ja, ja. En, en dan op een bepaald moment heb ik uh, dus wow, lachen 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 moment heb ik een nummer gekozen en dat heet uh, dat is een beetje uh, sludgy, want we mochten ook hard gaan. Het was vrijdagavond, het was de laatste blok, niet voor niks dat ze ons er waarschijnlijk gezet hadden. En dat was een Ging. nummer dat, van een band en die heette Bummer. En ja. de, dat nummer was: I wanna, uh, I wanna kick Bruce Springsteen in the Dick. Oké. Okay. Dus dat was eigenlijk zo'n soort. Ik ben al een mega fan ja, van maar de, die entwikkel. Bijna kort. het bijna Dus dat is een stuk: dus een band die het duidelijk zegt: hé, hey, de bos, iedereen is altijd goed over. Ja, ja. Fuck die gast. Ja. Martin Luther King, King. wat een nackle. Uh, yeah. uh, yeah. ja, ja, dat is altijd yeah. goed wekken. Zo iemand waar iedereen het over ah, eens is dat hij fantastisch dus, is. Ja. En op een momenten, moment, en dat zal ik nooit niet vergeten, dus ik, ik zet dat nummer erop en ik zie dat Marcel, en je kent de Marcel als een meis, als die ogen oplichten. Ja, die gaf licht. Je ja, ja. ziet dat staan en je vindt dat op dat moment het allerbeste dat hem ooit gelezen heb. En die zijn geslaagd om de rest van, de, van die set, van we moesten draaien, waren alleen maar anti bruce Springsteen nummers. Lachen met Bruce Springsteen en dat was echt niet het idee ofzo, nee. Maar dat was wel zo dat ik dacht: wauw! Nee, ja. ja, zo dat. dat dat zelf destructief... Nee, destructief is niet het woord, maar zo dat... Omarmen van chaos. Ja, ja, ja. Dat is wat Ja, en dat balanceerkoord van chaos. Dat, je ziet, dat is, net, dat is 200 in een bocht en net niet eruit. Op de limiet, hè. Ja, echt wel. op de limiet. Geweldig. Ja. Maar dat kun je alleen als je echt... Zekerheid van je stuk. Hè? Als je heel goed weet wat je aan het doen zit als je echt ervaring hebt zoals je op het podium hoe je, dan zegt ja, nee. van dat, kun, dat doet je niet in een beginner, dat, dat kan niet. Hè? Dat is met je. Dat zegt letterlijk: metier. Ja, ja. Metier. Je kunt talent hebben, dat heb daar zit je mee geboren, daar kun je niks aan doen. Hè? Dus dan heb je het werk dat ervoor zorgt dat je er beter in wordt. En dan heb je nog eens tijd. En dat zorgt ervoor dat als je al die dingen optelt, ja, dan zit het onoverwinnelijk. Hè? Want dan interesseert het je eigenlijk ergens niet meer maar daardoor net weer wel. En het zijn dan die momenten dat je voelt van oh deze is echt bekende aan het gaan, maar nice, plezant. Zo, en die plots van dat je denkt, oh, dan de bocht, een bocht, ik kon eruit vliegen, dan geef je zo gaas bij. Omdat je denkt, oh ja, maar met mijn snelheid red ik deze. Of ik kon dood. die is één van de twee, maar het gaat spectaculair zijn, ongeacht wat er op dat moment gebeurt. Dat zijn, ja, dat zijn de beste momenten. Ja, en je doe, doet dat heel subtiel, vind ik. Want hè, dat, dat bewust fragment, dat schenen we een ochtendshow of zo. Je zou kunnen zeggen, als je niet luistert, hè, dan is dat een, een hele schoon geformateerde. Een perfecte Flow. ochtendshow, ja, ja, ja. waar al zin in zit van popnieuws en verkeersinformatie. Maar af en toe zit je subtiel er wel keiharde dingen in. En dat is wel een beetje waarom ik ook zo fan ben van dat gegeven van bijna... Uh, ja, het is bijna duaal, hè? soms dualiteit bij je, je zegt soms echt veel vervelendere dingen dan dat je lichaamsuitdrukking laat uitschijnen. Vervelende dingen heel vervelend. Nee, nee maar cassante dingen zo. Hmm. Maar, wat, ik vind dat het tofste wat je zegt, van, zo, van dat omarmen van... Eh, vind ik, hmm. tofste. Ik, bij, ik heb dat met luisteraars. Als radiopresentator, een van de verschrikkelijkste dingen die er zijn, dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor iedereen, dat is... Een Celibion. luisteraar... Nee, sorry. je ja, ook... Maar daar komen kom we straks op terug. Nee, nee. Dat is een luisteraar die plots over iets begint en je weet niet wat er gaat komen. Dat ah, ja. is echt... Bijvoorbeeld luisteraars die plots op het einde de groetjes willen doen. Dat is echt... Dan al met iedereen die ik ken in de radio denkt van... Nee, nee. Echt niet. Geen groetjes. Ja. Want als groetjes, eerste, dat is groetjes. Deze is iets van vroeger per radio. 2. Twee groetjes ja, ja. van bij Ludger Simons. En ten tweede... Je weet ook niet hoe lang dat, dat gaat duren, die groetjes. Hè? Oh, ja. Want groetjes, dat kan zijn aan mijn Meme en aan tante Anjet en aan, uh, aan mijn zus en mijn broer in Amerika. En, uh, dus je weet niet wat er gaat komen en ook niet welke plaat dat er dan eventueel gaat moeten gedraaid worden. En zo, en dus dat, maar ik vind dat heerlijk. Luisteraars die plots zeggen: ah ja. Bijvoorbeeld, dat is ook echt de. Dat is eigenlijk is dat dé nachtmerrie van elke radiopresentator. Maar om wat jij zei net dat heb ik ook. De luisteraar die zegt op tijd: Hij zegt van. Zeg, bedankt voor het gesprek. Goed, ik ga die plaat nu draaien. Goed, oké. Okay. Hij zegt van. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. En dan denkt hij van: wat gaat er komen? Of zo, maar nog een puntje van kritiek? Oh, oh, oh. Ah, nog, beter. Ah, nog beter. Maar ik vind dat heerlijk. Waarom? Omdat ik mee om kan. Ik kan ermee om. Eh, ja. ik, ik, ik denk van, oh, gaat er gebeuren? Ah, die kwaad zijn. Oh, leuk. Ja, Les leuk. Ja. Oh, le dat die kwaad is. Love it. Ja. Dat. En dat kun je niet in het begin als je, nee. je doet. Nee. nee, maar dat is wel inderdaad... Oh, dat is, ik heb het misschien nog al verteld, maar ik ben heel slecht in omgaan met kritiek. Verschrikkelijk en dat soort dingen. Dus eh, niks goed, maar ik ben er één keer in mijn leven zijn er goed mee omgegaan. En dat was zo'n zo spontaan moment dat ik het nooit opnieuw zou kunnen doen. Maar er was een gast die komt naar mij na nou, een optreden en die zegt. Ik wil geen kritiek geven. Hè. En ik zeg: ah, oh, merci man, dat is mega cool. En ik wandel gewoon door. En dat was gewoon zo'n moment dat je denkt: Oh, deze was de beste reactie ooit. Maar die was zo spontaan dat ik er zelf ook van verschoot. Maar die gast ook: die, waren zo, die was flabbergasted. Want je had zoiets ik heb die een compliment gegeven en ik wou dat ja, die klar, helemaal niet ik ik... Zo, dat was echt zo'n zo geweldig moment oh, dat, dat, dat heb ik nooit niet meer kunnen reproduceren oh, dat of zo maar dat was gewoon zo'n moment dat ik dacht oh ja, Zo ja we zou je eigenlijk al later ja, mee moeten dat dan we moeten dan... Dan moet je oefenen zo, om dat nog te kunnen zo, ja. Ja. is dat iets dat je wel voelt wat je vertelt dat is zo goed hè? de luisteraar die je gebeld wordt en dan begint maar je hebt wel hè? je hebt een klein voorgesprekje dat je hem opbelt maar hoe rap weet je van, oh, deze wordt nog lange. Ah, maar ik, ik, dat, ik doe niet van lang. Nee, nee, maar... Ja, maar dat, ik, nee, al, nee, nee, maar ik zeg. niet. Ik, maar dat, dat is weer hetzelfde. Maar dat is weer hetzelfde. Dat, 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 ik doe niet meer... Ik, kan, ik, ik zeg gewoon, uh, nee, nee, het duurt te lang. We gaan stoppen. Of van, nee, nee, we moeten nu stoppen met... Ik zeg het, ik zeg het. Dat is vaak de oplossing. Hè? Jij maar niet, maar, nee, ja, zoals bij Van Tilt. Of zoals je, dat is gewoon expliciteren wat er gebeurt. Van, ja, ja. Ik weet even nu niet we wat moeten we te de kamer. Uh, voilà. uh, ja, ja. Als je tegen een luisteraar zegt van, uh, uw uitleg is te lang, zeg het is kort. Dat, dat gaat je kunt dat doen hè? maar dat is zo precies not dan of zo maar ik kan dat omdat ik al, al lang ik weet ik, er gaat niks gebeuren ik weet ik heb dat in handen I, so, trust me i know what i'm doing ja. ik ga zeggen tegen u van uw uitleg is te lang u zekers, je praat te lang stop nu en zo, als hij iets aan het uitleggen is. Goed zo, dat je uh, een Iwijn ik... weer even aanhaalt. Het <laughs> <laughs> is vol strak, dus nu oh, volstrekt toevallig yeah. dat ik Iwijn aan... dat is Volstrekt <laughs> toevallig dat dat de eerste naam is die in mijn kop schiet. als ik denk iemand die te lang praat en het gaat nergens naartoe. Ja, Iwijn. Uh... <laughs> love you, buddy. Uh, arme Iwijn. I love the, the legend, Iwijn. Okay. Okay, je even een beetje water. Natuurlijk, zoveel als dat je wilt. Ja, Iwijn. Zie je kunt Kun je het gewoon benoemen. Kun je kunt hier dorst zitten hebben voor uren aan een stuk. Ja. Of je kunt zeggen, zeg Alex, schenk eens wat water in. Adi, ja, ooit. Zijn met tv, eh, Wim? Met nee, tv? Nee, Geflirt, ja. ja. Geflirrt, ja. ja. Uh, maar ik, ik dacht even dat voor tv kwam, dat ik dacht, voor TV... wie, van wie gaat hem vragen bij wie dat hem geflirt, he. <laughs> Nu wordt dat interessant. Ja, <laughs> ja, wij zitten toch in de high-end groep, dus... Ja. <laughs> uh, uh, zal ik zal er even show beside Wat halen. Waar ging ik nu zijn eigenlijk? Wat uh -huh. was je vraag? Ah ja, uh, wel, tv. Ze hebben, mij nooit, ik, ze hebben mij nooit echt gevraagd voor iets van tv. Dus ik heb dat eigenlijk nooit gedaan. Ik heb één tv-programma gepresenteerd. Gepresenteerd. één keer, okay. eenmalig. <laughs> ja, dus dat, is al, dat weet al genoeg. Namelijk um, de Oscar-uitreiking op Telenet. Ah. Oh. Dus dat was zo elke En daar hebben ze mij één keer gevraagd om dat ja. te presenteren. En toen heb ik. Dat was dus, ik had dat nog nooit gedaan. Mm. En heb ik de, hebben ze dus mij in een studio gezet. Dat was nauwelijks voorbereid. En dat was eigenlijk met zo uh, wisselende gasten aan een tafel. Ja. S'nachts. En ik moest dat presenteren. En ik had daar veel zin in. Die dat graag, dus ik heb dat gedaan. Ja. En tijdens de uitzending. Tij terwijl dat bezig was. bleek dat ik ook live. naar Los Angeles moest schakelen. Oh. Dus dat er. dat wist ik niet op voorhand. dat er iemand in mijn koptelefoon ging zeggen. 30 seconden. Ik dacht. 30 seconden. Voor wat? wat? En dan zei hij. 20 seconden. Ik dacht. 20 seconden? Ik, even, ik denk dat we. Naar de Oscar-uitrekking gaan. Ja, ik kan dat. Twintig seconden babbelen. Ik, mm -hmm. ik werk op de radio. Ik weet wat ik dat moet doen. En Nick Balthasar is nu aan het praten. Ik, ga, ik doe dit. Ik doe dit. En mm -hmm. Dan word ik het. tien seconden. Nick Balthasar rondaf. Vijf seconden. Ik zo goed. Dan gaan we nu live terug naar Los Angeles. Poef! Overschakeling. Ik dacht van. Het is waar, het was naar Raleigh. <laughs> dat was echt één grote verrassing. Ik heb dat nooit meer opnieuw moeten doen, wat waarschijnlijk voldoende zegt over de kwaliteit van we mijn de tv We gaan nu kijken naar een ballonvaart in Frankrijk. <laughs> Ze zitten zo, je kwijt het ook dat niet, dat he, man. Dat is <laughs> uh, Maar dus ik heb dat, en ik heb nooit, nooit meer eigenlijk, nooit, dus dat was voor één keer en nooit meer iets uh, gedaan op tv. Wel voice-over, uh, audio, maar nooit uh, tv gedaan eigenlijk. Nee. Ja, we hebben de meeste... Niet allemaal, uh, maar bij velen, ook een aantal die hier al uh, gepasseerd zijn, denk dat de meerderheid toch zegt: zelfs als ze een uitstap gedaan hebben, dat ze toch altijd blij zijn dat ze terug kunnen. Hè? Ja, ik ook. Ja. Allee, ik, maar... <laughs> dat is maar ja. één, dus ik weet ja. het niet. Dus ik kan niet veel van zeggen, want ik heb er nog nooit echt in Het het schoon beeld wel. Nou, we hebben ze wel afge. We hebben, we hebben ze aangehaald, dus we moeten verder. Hè? Uh, Céline... Céline, Dion. Céline Dion. Céline Dion. Ja. Ja. Yeah. Misschien, misschien even uitleggen voor mensen die niet mee zijn met Wim Oosterlink like, en Celine Dion. Ne nee, ik heb ja. het gevoel dat het gaat komen. Nee, ja, nee, ik, ja, nee maar... Wacht, wacht, oké. Okay. Ik heb een lichte hekel aan Céline Dion. Nee. Maar... Want dat valt echt niet. Maar, <inaudible> maar ik heb dat op je muziek een beetje uitgebuit, laat ons zeggen. Op een bepaald moment, dus, Céline Dion was in ons land voor een concert in het Sportpaleis. Voelde jij dan ook zo dingen in de lucht veranderen en zoals die er is? Kreeg jij dan zoiets van zo'n vind... zo houten wacht, zo'n in de been aan de Ja, dat zo ik, ik heb je echt trekt, Ik nee, maar... Voel, Voelt dat mijn knie als het kouwer worden. Zuster, ze komt dichtbij. Ja. Uh, maar, nee, maar wat ik eerst eerlijk wat ik heb met Celine, joh, is van ik vind dat ik, ik hoor die niet zo graag zingen, mm -hmm. omdat ik vind dat dat zo, ik vind dat zo niet zo, niet zo authentiek. <laughs> Oké. <Okay, zo>. Ja. <laughs> ik vind dat zo. Uh, als zo een zangeres. Zo, uh, dan denk ik al van. zing die normaal. gewoon je oprecht gevoel of zo. Ja, ja. En zing niet zo met zo bochtjes. want dan geloof ik u. ik geloof u niet. Hè? Ja. Zo, dus. een beetje lineaar. heb ik heel hard. ik geloof u niet. Ja. Dat, is dat is mijn probleem met Céline Dion. Maar op Q Music heb ik dat een beetje uitvergroot. Tot de, de dag dat hij die, dat die ging komen en optreden in het Sportpaleis, heb ik een actie gedaan op de radio. Een week lang om één luisteraar um, het land uit te sturen. Hè? Mm -hmm. ...op de dag dat zij in het land was. Snap je? Dus om te zorgen... Dat hij er dus vanaf was. Ontsnap, ja, <laughs> voilà, ontsnap aan Celine Dion. Eh, om, en dus dat was dan een reis naar Parijs. Dan de eerst, mijn, dat, was ook mijn, dat was zelfs mijn, mijn spot, mijn grote spot... ...van uh, één uh, Celine Dion is in het land, maar één iemand kan het land... Enfin, dat. <laughs> Eén iemand kan <laughs> ontsnappen. Dat was het eigenlijk. Okay, We're zo, gonna en to save so. one life. En het allerleukste, het allerleukste is om... Uh, daar iets van te zeggen, van Céline Dion. Maar eigenlijk ja. altijd heel positief te beginnen. Anders, van, je maar, ik ben echt een heel grote fan. Ik echt alle respect voor Céline Dion. Alleen, ze moet echt stoppen met kwakken in die microfoon. Ja. Echt zo en zo en zo. Dat. En dan de volgende dag zeggen dat er een paar luisteraars kwaad waren. En daar dan weer op. En zo altijd maar door. Dat vond ik heel leuk. En um, op een moment was ook, was, werd ze 50 jaar. En heb ik een, heb ik een, hele, dag, eigenlijk een hele week uh, feestelijkheden georganiseerd. Of enfin, gevierd. Dat ze, dat ze jarig. was, ik was echt van, kijk, vrijdag is ze jarig. En uh, weet je, ik heb tot nu toe altijd al zo negatief geweest naar Celine Dion toe. Maar, weet je... Hey, het is ook wel een, een speciale goede zangeres of zo. Dus oudhuis oh, heeft ook wel haar positieve kanten. Dus we gaan dat oprecht vieren. En die vrijdag hebben we dan zo een t-shirt laten maken van Celine70. <laughs> en zo heel de dag gevierd dat hij 70, dat alsof ze 70 jaar werd. En tot nu toe, tot vandaag, lopen regelmatig QDJ's hier rondlopen met een t-shirt. Met een van de lelijkste foto's van Celine Dion. En daaronder hashtag Celine70. <laughs> voilà, dus. En dat is een kleine hobby van mij tijdens mijn verblijf bij. Je muziek. veel plezier mee gehad met Steel Snap Ik snap ook... wat dat is want ik heb ook zoiets soortgelijk ooit ja? gedaan op op, op dat heeft ook tien jaar ja. geduurd. Ja. Dat was System of a Down die ik ...consequent uitspraak als Syndrome of a Down. Maar iedereen dat ook kwaad werd... ...en mensen die... Je snapt het niet. En ook zo... Ja. is de, dat die de verkeerde titel het spreekt. ...en dan mag je dan een programma presenteren. Dus, en zo blijven gaan, maar echt consequent... ...elk jaar terug opnieuw. En dat is ook het leuke ervan, ja, dat echt, je dat volhoudt. Ik noemde de titel ook altijd My Heart Will Go Under. Het is My Heart Go On, blijkbaar. Ja. Ik zat My Heart Will Go Under en... Elke keer echt mensen kwaad van het is mijn hart. Ik wil go on ja. en niet en dan blijven zo. Oh ja, mijn hart ook go under, under. Want ja, dat is van de Titanic, hè? dus mijn hart ook go under. Zo, dat dat zo. Maar en ik heb ooit wat ik ook, wat ik zelf een van de heel leuk vond, maar dat is niks met z'n te maken. Dat was dat, dat ik zo'n een keer een tijd bij Q volgehouden heb dat Peer de stad of de gemeente dat die niet bestaat niet bestaat. <laughs> so dat je eigenlijk zo dat de les dan leert die uit Peer, en dan gezegd van Peer, dat hij de verzonnen ze zeker dat hij daar dat bestaat toch niet Peer. Ja, ja. En dat mensen dan beginnen, dat ze mensen van ja ik woon daar ook. I. Ik zeg, alleen, dat is gewoon niet waar. Peer. En zo echt een, een maand op doorgaan. <laughs> ...dat Peer, dat dat niet bestaat. <laughs> en dat is een ah, voilà, ja, en dat is zelfs blijkbaar, maar dat was ik vergeten. De burgemeester. <laughs> Zelfs dan kwaad geantwoord heeft van dat dat dus wel bestaat, peer, en dat, dat, dus, en dat er zelfs een peer. En dat, dat ik zei van ja, straks gaan wij nog zeggen dat er zo in, op Torfplein zo een peer staat, zeker. Staat er dus zo een peer op <laughs> ja, maar, dat, 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 dat heb ik Daar heb ik dan wel heel veel plezier mee. je mij dan nou ook nou vertellen, het volgende, een plek die boom heet? Oh, vooral, ja, zoiets onnozel komt. Ja, veel plezier had eigenlijk. Veel, uh, voilà, mijn, uh, <laughs> van, peer mijn... Dus. Maar Peer bestaat dus wel, vooral duidelijker dat het twijfel over was. Ja, ja. Dus ik vind wel. dat je het nog had moeten blijven volhouden, eigenlijk. Gewoon zeggen, dat bestaat dus niet. Blijfelijk We gaan. weten dat allemaal. Die mensen die liegen ook allemaal. Dus collectieve uh, zinsverbijstering. Uh, er woont niemand in Peer. Maar Peer is ook de ideale gemeente om dat te doen, voor die ja. naam natuurlijk. Die doen Zo. zelfs ook alsof dat ze een bluesfestival <laughs> hebben. En dat is ook complete ja, nonsens. Er is nog ja. nooit iemand geweest. <laughs> Vanaf nu bestaat peer niet meer. We blijven dat volhouden. Blijven doen. Zeer mooi. Ja. Um, misschien nog één ding over uw, um, over uw podcast. Gij kijkt eh, van tijd tot tijd in de boekenkast. Dat is uh, wat we daarna bovenaan. De Oh. Hoe u succesvol poker speelt. En heeft iets opgeleverd? Ik denk eigenlijk: iedereen die zoiets in zijn kast heeft zitten, is geen succesvolle poker. <laughs> Is dat niet? Ik denk dat dat wel klopt. Sorry. Die, die gast dat, die dat had geschreven, hey. dat is die kerel ja. die... Iemand kent die succesvol is in poker spelen. Want dat is ook niet de gast dat die een boek schrijft. Nee, die heeft dat niet nodig, namelijk om een boek Allee. te schrijven. Sorry, maar ik heb je onderbroken? Nee, totaal. Is helemaal niet erg. Ik van mij. Heel een tijd boeken eruit halen. We kunnen het daarover hebben. Jouw boeken is een grote liefde voor u. Dat is heel duidelijk. Ja, ja, ja. Hè? En uh, wat ik ook altijd heel cool vind is: ja, als je door iemand zijn boekenkast gaat, dat zegt ook veel over een persoon. Hè? Ja, ik kom nu door Dus mijn podcast, hè, kom ik dus. Elke week hè, echt bij mensen thuis, meestal is het bij mensen thuis. Mm. Uh, en zie ik die boekenkasten, dat is echt geweldig. Want ik ben net bij, weet je, ik ben net bij uh, Jean-Paul van Bendegem thuis ah, geweest. Ja. Mannen, echt. Dan komt er binnen en denkt hij van, oké, okay, goed zo een living met zo een hele grote boekenkast, zo ja. heel groot. Mm -hmm. En dan zo nog één zo opzij. Daar denkt hij van, wow. En dan zegt hij, Amma, zal ik u eens mijn werkruimte laten zien? En dan gaat dus naar beneden. En daar staat dus echt een muur. Gewoon een muur. Een muur van boeken. En dan de rechts Is dat veel wiskunde? Voor... Is dat veel wiskunde of niet? Dat, zijn, dat, is, de, dat is filosofie veel. Ja. Wetenschap, wetenschap, wiskunde ook wel een beetje. Maar ook wel andere dingen. Maar ook veel tijdschriften en zo. En echt waar, massa's boeken. Maar ik smul daarvan. Hè. Ik smul ja. daarvan. Ik vind dat heerlijk om te doen. Oh, dat is zo tof. Ja. En wat je ook hebt. Ja, ik. Ik, het is ook een beetje de keuze van de podcast, natuurlijk. Ik kies het zijn mensen die graag over boeken praten, die graag mm. lezen. Of tamelijk graag lezen en graag over boeken praten. En heel vaak mensen die een soort, echt gewoon een soort diepe liefde voor die boeken hebben. En dan gaat je, net zoals nerden over radio, gaat je ja. dan ook echt altijd hebben over: van, ja, maar hoe zet jij dan je boeken en hoe ziet je boekenkast eruit? En was je ordening en leest je boeken volledig en maakt je aantekeningen of ja. niet en zo die dingen. En wat je ook hebt, en wat oh. zeiden net van als je in een boekenkast kijkt, dat je echt zo iemand leert kennen mm -hmm. ja, bij die. Wat ik al vaak gehad heb. Dus ik vraag, vraag drie boeken. Hè? Zeg mij drie boeken die we volgens u moeten gelezen hebben. Hè? Wat dus soms gebeurt, vaak gebeurt, is dat op het einde van, van dat uurtje, meestal een uurtje, dat, zo, dat ik zo zeg van: Tja, uw drie boeken gaan precies zo over hetzelfde. Ja. En dat die mensen zo kijken naar die boeken en zeggen: Ah ja. Dat had ik eigenlijk nog niet bedacht. Ja, ja, ja. <laughs> en dat ze zo zelf vaststellen. dat dat thema. dat dat eigenlijk heel belangrijk is voor hen. Of zo. En dat ze dat eigenlijk helemaal nog niet zo zelf verwoord hadden. Dus soms wordt dat een soort psychologische sessie van rond, rond die boeken, maar dat is echt ja, ik, mm -hmm. ik, smul, ik smul daar zelf. Dat is echt zo dat je straks het straks over hadden van zo die, die nieuwsgierigheid en die interesse, ja, daar kan ik dat echt botvieren. Daar kan ik echt zo doorgaan en vragen van, ja, maar waarom dan? En waarom leest je dat dan? En maar, je zegt wel dat dat tof is, maar ik voel dat niet in, in wat je zegt. En wat zit daar dan in? En waarom Jij dan? Waarom wilt jij dat boek dan lezen? Daar komen zo geweldige verhalen uit. Dat is echt prachtig. Dat echt gebeurt prachtig. vanzelf. Hè? Omdat je, als je mensen laat praten over iets dat hun niet interesseert, ja. Ja, dan, ja, 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 ja. dan komt een, een, een gesprek heel, heel vlotjes. Heb Je er ooit over nagedacht, Andries? Zegt jij dat zou moeten doen? Drie boeken? Wat zijn er zo drie bij u, dat je van denkt, oh, die, die moeten gelezen hebben? <laughs> ja, ik kon niet podcast stelen. Dus het is gewoon een vraag. Ik kon niet vinden dat uh... ik het licht moet doen. Maar. Ja, zo, dat is even dood hier later in podcast. <laughs> ja, zo... Jij zit ook al ik weg. Zo, de win is al deur. het <laughs> gat. <laughs> um, ja, zal ik er uh, anders drie uitpakken? Hier, dan kan jij die... Hè? Uh, ja, Roald Dahl is zeker wel zit erbij. Hemingway, denk ik, en... Um het opvoedingsboek het grote opvoedingsboek en <laughs> de super nanny de super nanny maar Hemingway, Hemingway omdat ik, dat als, ik moest als kind lezen van mijn vader en dat is eigenlijk veel te jong dat je dat, dat is moest wel lezen wel goed dat je zo'n vader hebt die je hij om Hemingway maar te lezen dat was wel dat niet was wel een in de zon gaat op uh -huh. um, the sun also rises ja en, dat, en wat, wat dat wel is of zo uh, want dat is eigenlijk eigenlijk is dat de, Oh, dat is eigenlijk een klassiek verhaal van, van, van iemand, in een Amerikaan, ergens leeft. En dat is eigenlijk al over liefde en vriendschappen en relaties en veel fanfatals. Maar ik weet altijd een mij achtergelaten. Of, 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 en dat je wel door het was toen een Hemingway wel kon. Die kon een situatie beschrijven, want zoveel gebeurt daar niet. En ik bedoel, dat is ook maar witte kerken of zo. Hè? Ik bedoel, wat er is met dan in Pamplona of zo? Ik bedoel, dat is het weet... kei-goeie zin, Hemingway. Dat is een beetje witte kerken nee, maar... in Pamplona. ja nee, ik bedoel. Als je... Als je... je moet... Deze onthouden we van, uh, van... Nee, nee. K, 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 k. samengevat. Nee. Ik wil maar zeggen, als je... Als je... Welkom minst... bij de Cultuurzender. We gaan nu praten over Hemingway, of zoals we het beter noemen, Witte Kerken in Pamplona. Sorry. Dat is een goede zin. Je moest, je moest even in de bloemen gezet ja. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ik wilde maar zeggen: als je mensen beschrijft die, die in, hun, in hun jonge leeftijd samenkomen, dat is altijd dezelfde miserie-shit. Maar ik vond dat wel heel goed beschreven. En ik weet wel zo: zeker wat relaties, we gaat eigenlijk over vrienden en fanfatals ik bedoel, dat is enorm goed beschreven, wat dat is, een, een femme fatale. Wat dat is om, om, om verliefd te zijn op iemand en dat werkt niet. en, en Dat is een gastje die zijn eigen in... in, in eh, wat is dat dan? 1930 zeker. Interbellum denk ik dat dat nog is. Zo die, die, die... Dat is heel goed geschreven. en Dat vond ik wel, zeker op die hele leeftijd. En dan een Roald Dahl, sowieso. Mm -hmm, mm -hmm. Zeker voor mijn jeugd was dat wel, denk ik... Uh, een recent, ja. Ik weet het niet. Uh... Moet het altijd meesterwerken zijn? Wie... Dude, nee, nee, Mensen kiezen echt totaal onbekende dingen soms. Ja, gewoon. Ja, ja. Van alles eigenlijk door elkaar. Ja. Ja. Oh, ik heb echt. Ik ben net... Sorry, ik ben net, een... ik ben net bij <laughs> Sophie Dutordoir geweest. Ja, ja. Dat was niet de recente aflevering. Sophie Dutordoir, de CEO van de NMBS. Ja, ja. Want dus niet alleen, het gaat niet alleen over boeken, maar je komt ook bij mensen thuis. Hè. Ja, ja. En plots is de, die CEO van de NMBS die zo de basis van hoeveel? 30.000 mensen of zo. Is die ja, daarbij, ja. Denk. Plots is dat zo de mama. ...van de zoon die aan het ah, ja. studeren is boven. Ken je het? Ja, ja, ja. Zo dat? En dan plotseling is die zoon zo... Zeg maar! En dan van... Oh, oh, dat is, dat is de, de CEO van de NMBS. En dan ik ja. hij zo mee ja, praten. Die... niet voor die, gast. <laughs> ja, nee, nee, voilà, voilà. <laughs> en dan bleef die, die, die praten echt oneindig. Want dat, dat, duur, dat liep dan helemaal uit, dat gesprek. Want die zo lang praat over die boeken. Maar echt heerlijk. Vo, zo vol passie. En dan helemaal op het einde van dat, van dat gesprek... ...zei hij van... Ja, het was dan vijf voor één of zo. En dan had hij om één uur een vergadering bij de NMBS en dan was hij zo, zei die, moest hij zo bellen zo van ja um, aan haar assistent of zo van ja uh, ik heb nog ik heb even uitstellen nog een kwartier. Ik, dus ik ben hier al in een gesprek bezig en ik oh maar, maar mm -hmm. ik ben dit is niet zo belangrijk het is mm -hmm. mijn een podcast maar, mm -hmm. en dan vroeg hij zo uh, ja ze vroeg die aan mij van ja, um, ik zei, het is gedaan. Ze zei, ja, maar uh, wil dat nog, nog een pastatje maken voor u? <laughs> en ik zo, nee, gij bent CEO van de NMBS. Jij moet geen pastatje maken voor mij. Ik zal wel gaan. Ik zoek wel iets om te eten. Hè? Regelt jij maar de spoorwegen of zo? Weet, ieder zei, dat is <laughs> belt. Uh, nee, ze moeten allemaal nog niet rijden. We kunnen even een pasta eten. En ze ging dan nog zelf maken ook voor mij. Dus dat was, allee, dat is wat, dat, maar dat is wel schoon. Dat je ook zo echt die, in die omgeving van die mensen komt. Allee, die, weet je wat ik ook... Geweldig, van die was ook bij jullie. Ik heb, ik heb daar met zoveel plezier naar geluisterd. Die heb Abu Jazza. Ja ja, ja ja ja. Oh man man. Je ja, hebt ja. ook al wel eens een boek gelezen, hè? Dat ja. is maar ja, Dat is een hele leuke vent om te babbelen. Ja. Wauw, heerlijk. Ja, ja. ja, ik heb er echt zoveel genoten. En dan luister ik ook zo van. Ah ja, wat hoe is ik... die een boekenkast? Wat is een boekenkast? Eh, maar nee, ik heb die niet thuis. Uh, ah, ja. thuis gehad. Gehad. God. <laughs> ik I heb didn't, die. Uh, I do not boek... have him. With <laughs> home What I shall. <laughs> what, 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 what de, de boekenkasten gezien. Wat was de zotste boekenkast dat je gezien hebt? Uh, Rick van Kouwlaert was echt wel ja. zot. Rick van de ja historicus. Zo, ja. Maar ja, dat voelde al zo aan de naam alleen al ja, zo. Dan komen we binnen en zijn zo drie dubbel zo vol geplamuurd met zo van die boeken waarvan dat je als je een en al zou lezen denken van, wow, my ik heb brain exploded. Ja, dat zo. Dat zo en dat zou Dan zo twee gigaboekenkasten vol en die deed dan ook zo een mini kastje open. Zo'n houten kastje, die met zo'n sleutelke zo, zo deed die deed hij dan zo open, hij zei Moet je zien wat er hier ligt? Ik zo, nee. ja, Rick nee. en Dan legde hij dat zo op tafel zo En dat waren dan zo van die brieven, I don't know, van heel, heel speciaal En dan plots zo'n soort, ik denk van Rimbaud Een eerste druk of zoiets, maar ik weet niet exact want ik ken hem al niet zo goed En dan voelde ge, vroeg ik van, mag ik hier eens aankomen? Hij zei, ja voorzichtig <laughs> <laughs> en dan voelde van en dan dan voelde van ja dit is dus een auto ja, eh? Eh? ja. Eh, zo dat, en zo, ja. dat is zo een boekje zo en dat oh my god ja dat is heel heel speciaal om te zien zo. en mensen zijn 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 daar zot van hè, van een boekenkast en en wil dat vertellen en zo heel maar dat goed. was ook zo ik herinner me nog we zijn begonnen in uh, 2018 en en alles is een toevalligheid hè? Ay, dat is overdreven wel een idee maar de boekenkast was gewoon, ja, dat staat hier, Dat ziet er goed in ah, ja, beeld. Dit, he, nee, is je is ja. er ook en dat is natuurlijk wat dat was. Ja. Maar dan kwam zo de Zoom. He, de, uh, sorry, de, de, de COVID en dan was toch iedereen was ontzoomen en aan het doen. En dan viel dat niet eens op hoe dat iedereen altijd gefilmd worden voor, voor een boekenkast. Ja. Want dat dat toch zo. Dat is, blijkbaar. is er nou niemand een bezette muur thuis, of is er nou lelijk. <laughs> Dat is echt zo, pak me de boekenkast. Ja, dat geeft zo een, een, een beetje een aura, zo, zo intellectueel. hè. Zo, ja, maar heb he, je echt niet gevoel dat als... als, als allee, ik vraag het ook naar mezelf toe, of Alex, misschien moet ik ook eens wat jij zou kiezen. Als jij belt voor jou, wil jij, een aflevering van de drie boeken, Ja, je hebt ook niet het gevoel om te zeggen, oh, eigenlijk heb ik nou juist de Snoeks gelezen, ik heb, uh, pff, ah, ja, ik heb uh, Vlaamse hm. filmpjes, dat vond ik wel goed vroeger. Allee, zo, je hebt toch... Toch een kleine drang om ze toch en erin te steken van dat gezegd. Jep. Ja. Nee, Die tikte de vakjes af, nou, ja. ik, ik kan twee woorden ja. aan elkaar lezen. Ja. Uh, ja, niet... maar, maar, het is maar... toch niet gemakkelijk om ze. Ja, maar natuurlijk, ik vraag, ik vraag wel dingen. Hè? Mm -hmm. Allee, ik, vraag, ik vraag nooit van, uh, van waar ging het over en wat gebeurde dan met dat personage? interesseert mij niet. Maar, uh... maar ik vraag wel: wat heeft hij gedaan met u? Ja, maar dan... Dus je gaat geen een boek kiezen die die je ja. kiest om om je uit te pakken. Je kiest een boek die ja, Iets en als je duur. dat wel ja, doet, dan zal heeft... er wel een beetje dan door de een... Man. Ja, ah, ja, dan uh, kun je daar niks over dan zeggen. Dan begin je toch? wat oeverloos te lullen, maar ja, dan ga je het wel nergens zin. meer... Naar dat doen. heeft gewoon geen ja. zin, hè? dat is gewoon... Maar zou jij dat doen? Wat zou je kiezen? Hè? Zeker, tuurlijk zou ik dat doen. Ik, ik praat hier al graag over boeken. Ik heb sowieso een paar interviews vroeger erover gedaan. Ze zijn altijd mijn favorieten. Die denk, zou ik maar zeggen, de morgen of de standaard, waar iemand... Ik vergeet één interview nooit. Er was een vrouw die kwam voor mij zitten en die haar eerste vraag was: Zo'n stoere man met tatoeages, leest u eigenlijk wel een boek? <laughs> En, en ik voelde al dat hij zoiets had van: ik ga nu babbelen met iemand die je zegt, jommeke, dat was nagraaf. Hè? En die begint zo'n hele uitleg over wat ik allemaal goed vond, maar ik was klaarblijkelijk echt in vorm, want tegen het einde wou hij mij een huwelijk vragen. Alleen had hij benaderd zoiets van: maar ben jij leest boeken, jij weet zo, zo dat zo, dat is passie voor boeken. Dus ik had klaarblijkelijk niet het meest intellectuele imago dat je kunt voorstellen. Hè? Maar ja, tuurlijk zou ik dat doen. Goh, wat zouden ik kiezen? Ik, ik, ik vond dat moeilijk omdat ik, dat, dat is altijd hè? Dus je denkt, kiest je favoriete Goh, plaat? Ja, dat doet, is, dat is moeilijk. Tuurlijk. Je moet altijd iets zeggen en daardoor iets niet zeggen. Maar ik zal zeggen wat dat bij mij het eerste, de eerste drie waren die erin kwamen, was Dune, dus van Frank Herbert. Ja. Dat dat ook zo'n boek is dat ik om de paar jaar herlees, wat ik meestal wil zeggen dat ik het goed vind. Uh, Eyes of the Dragon, want dat een boek is van Stephen King. Dat is een sprookje dat hij eigenlijk geschreven heeft voor zijn dochter. Dat zijn dochter letterlijk tegen hem zei: Ik lees uw boeken niet. Dat is allemaal angst aan jagend. <laughs> ik vind dat niet tof. En dan zei hij: Dan ga ik voor u drie in schrijven. schrijven oh, En eigenlijk is dat nog altijd een van de. Ja, dat is een heel mooi verhaal. En dan uh, 1984. Ah, ja. Ook zo'n boek die ik, ik blijf herlezen. Maar ik had ook drie comics omdat ik zoiets heb van ik lees ook heel veel graphic novels en comics. En dat is voor mij ook altijd Mensen belangrijk. Mensen kiezen vaak ook graphic novels, ik kiezen van alles. Hè? Ja, Tuurlijk. Ja, ja, precies, en dat is ook heel cool. Dat zou dan The Dark Knight Returns zijn van ah. Frank Miller. Hè, het Batman, vooral, wat hem terugkomt in is en dat soort dingen. Uh, Watchmen, ook, ook een klassieker. En Preacher. Maar ook preacher, heet dat. Predikant. Ja. Preacher, maar dat in het Engels. Wat ook een van de coolste dingen is dat ik ooit in mijn leven gelezen heb. Dus ik zou daar u uren mee kunnen vervelen <laughs> mee waarom dat ik dat tof vind. Maar dus dat zijn wel van die dingen. Ik hou altijd van als mensen u vragen: wat is, waarom vinden dat goed? Of waar, omdat dat uiteindelijk, wat je ook zegt. He, dat je vaak, als je zelf je uitleg aan toezegt, begint te merken: het komt altijd op hetzelfde neer. Ja, je, je, je graaft naar je, naar je essentie of zo. Ja. Ja, oké, okay, dat gaan we dan een keer doen. Ja, dat wel doen. Hè. Dan kunnen ze een foto van mijn boekenkast trekken en zeggen. Oh, mij van een roemelingen, hoe crap is dat. <laughs> dat is fantastisch. Ja, de William heeft het eigenlijk verraden, hè, want heel lang tijdens onze podcast dachten ze dat dat bij mij thuis was. Ja, waarschijnlijk. Dus iedereen ja. dacht, oh, dit is hè, we zijn bij Andries thuis. En het, het zotse was dat een, dat een de William toen ook naar het onderste schap ging en zei. Zing Andries, ga je hier wat kookboeken staan van. En toen was dat zo: ah, de illusie is doorbroken. Ah, ah, ze weten nu dat we binnen 3-stars. Vind je jammer, ja dat ja. Nee. Oh, dat. Was al, dat is al zo lang geleden. Dat was, dat William, dat was zo aflevering 10. Nu, dat heb ik niet zo lang geleefd. Maar het is wel grappig wat dat gedaan heeft. Om, ze vrouwen ook al jaren om eigenlijk een aflevering te doen over wat er nu eigenlijk allemaal in zit. Want ja. het is wel. Ay, dat kan ik nou wel zeggen. Het is, uh, het is een eclectisch geheel <laughs> van meesterwerken en meesterwerken in niet-meesterwerken. Sup Super Ja, ja Super Nanny. Ja. Maar ja, het gaat overal. En het, 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 ik moet wel zeggen: buiten de gekregen shit, er zit weinig slecht bij. Hmm. Zelfs is het niet, al is het niet uw genre, ja, de Wim toch weer op een Nederlandse Nee, nee, nee. De Wim denkt: ik, 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 ik mag deze niet pakken. Ik verknal dat moment. Ja. Ik zou zo graag nu. Hoe in zijn genre. Hoe denk je Ja, Auschwitz was ook goed in zijn genre, uh, hè? Wie uh. <laughs> doet jij nu? Uh, ja, Gunther Lamot. Nog altijd een van de beste zinnen dat hij ooit heeft gesproken. We zo hard bij lachen. Ging over FC de kampioenen, maar, maar vooral dat je die parallel ook trekt, vind ik al fucking briljant eigenlijk. Sorry, Andries, jij wordt dat. Nee, sorry. nee, helemaal niet. Ik was, ik, ik was maar dus uit. een aflevering over wat, er, wat daarin staat, zo. Ja. En dat echt zo, daarover hebben we. Ja. Moet je dat echt doen. Je moet dat echt iets doen. moet dat echt iets doen. Is dat top. zou we doen. Ja. Een aparte aflevering, in jij die je gewoon heel tijd zo. Ja. <laughs> man, nee man, niet. Jij die de hele tijd Jongens, het onderste schap niet vergeten. Wacht, wacht, ik, wacht, wacht, ik, wacht. Ik ga één voor één elk boek af en ik vraag: waar hey, waarom dit boek? En dan ja. zijn we vijftien uur later. Ik vrees Iedereen: I don't care anymore. Kill me now. Vandaar dus drie boeken en niet dus, uh, 200 boeken, want dat zou niet zo goed gaan eigenlijk. Nee. Maar het is tof jong, ja, het is tof om te doen. Maar podcast, ja, en we hebben boeiend omdat wij soms wel vaak overlappende gasten hebben. Mm -hmm. uh, uh, niet allemaal, hè? want jullie hebben dus ook gasten die niet kunnen lezen. Ik heb soms gasten die niet kunnen praten. Nee. 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 Maar, maar... Je hebt uh, soms gasten die een trap niet opgeroken hebben. Ah, ja, ja. Dat ja. 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 Nee, maar, maar dat, is, dat vind ik, wel. ik vind dat wel. want ik had dat bij Abujaja bijvoorbeeld, of zo, dat ik dan echt zo mm -hmm. zit te luisteren van... van ja, hebben dan we een overlap. overlap of... of ja, ja, of zo, dan luisteren naar van... Want ik, ik had het gedaan, dan, ik weet niet of jullie hem één keer gehad hebben, of twee Ene keer? Eén keer. Één keer. keer ja. voilà. jullie, bij jullie, waren, jullie waren daarna, denk ik, of zo. En dan was ik natuurlijk ook wel als, als geïnteresseerde radiofreak of zo aan het luisteren van, hoe doen, doen ze dat? Ja. En dan was ik ook jaloers op een paar moment, ik dacht van, ah, fuck. Ja, ja, fuck, die durft wel die vraag stellen die ik niet... Dat is ook <laughs> En dan was ik daar weer van aan het leren, van hoe, do, hoe doen ze dat? Hoe doe, ja. Want, ja, weet je wat ik interessant vond? Dat was bij mij... Mag ik dat zeggen? Ja, dus zeg. Dus bij Abu je het je was je het zo. Eigenlijk wil je zijn verhaal horen over die rellen in Borgerhout. Ja. Dat, dat is zijn verhaal. Ja. Hè? Eigenlijk is dat de essentie van hem. Ja. Dat verhaal. Ja. Dus dat moet je eigenlijk hebben. En ik had dat niet. En <laughs> ik van. En ik weet waarom ik het niet had. Omdat ik daar eigenlijk niet zo, niet zo goed durf. Ik durf ja. niet zo goed. Ja, ik zeg nu clichés, maar dat bedoel ik. ik bedoel niet nee, dat ik. Nee, nee, nee. Ik durf niet zo goed verhalen vragen die al vaak verteld zijn. Ja. Terwijl dat ik toch vind. ...dat je die altijd moet vragen in een interview. En ook mm -hmm. omdat ik denk ja. dat, en dat zeker een gast like hem, die al zo lang meegaat... ...dat dat vooral soms ook anders verteld wordt dan de periode ja, in zijn ja, leven. Absoluut. Want hier heeft hij het wel verteld. En mm -hmm. dat zal ook wel anders geweest zijn dan, ja, ja. dan in 2004. En, of zo. Maar het ja. plaatst zeker. ook alles. Hè. Het plaatst ook alles wat hij doet mm -hmm. en alles wat hij, wat, waar, waar hij voor staat. En, en heel wat daarna gekomen is. Alles. Nou, ik vond het ook plaats, leuk om zorg. hem te confronteren met zijn extreme uitspraken. Ah, hè? Omdat ja, ik zeg... ja, ja, ja. En wat, dat is ook wat dat die is. Die is ook niet meer zo extreem. Nee, 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 maar daar. die is wel door die periode moeten gaan om nu ja, dit te zijn. Ja, exact. Maar het is het prachtig. En, en, en ja. dat is heel ja. mooi om zo'n evolutie in iemand te zien. Want ja. dat is echt een zoeker. Hè? Ja, 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 dat is echt ja, iemand ja, ja. dat zegt, ik kan altijd op zoek naar wie dat ik ben en van waar ik oh, kom. Ja, echt, ja. En dat is altijd tof, ja. Ik zei, ik zei tegen hem, ik was dat bij hem, dat was echt gewoon Ik was daar zelf een beetje van gedaan. hij ook ik zat bij hem dat was in een boekhandel in brussel dat we het opnamen pasaporta en um, en helemaal op het einde want ik had al zo door hem te researchen zo had ik zo bedacht had ik iets bedacht en ik zei tegen hem van ja ik wil nog iets zeggen tegen u jij doet me enorm denken aan iemand en het, die persoon is uh, jaap kruithof ah. zei ik tegen hem en um, ik zag die zo als schrikken ja. En ik zei van... Hij zei, ja, dat doet mij wel iets. Want Jaap Kruidhoff is een van de mensen die mij uit de gevangenis gehouden heeft. Ja. Hij heeft ervoor gezorgd, samen met twee andere mensen, dat er eigenlijk een getuigenis van een politieagent kwam, waardoor dat... Die hebben die plaats ingenomen of zoiets. I don't know. Mm -hmm. eh, waardoor dat hij niet in de gevangenis moet. En dat was dan zo... Om, ik vind hem echt een systeemdenker. Hè. Jaap Kruidhoff is ja, ja, ja. ook systeemdenker. Vandaar dat, dat, dat ik dat zei tegen hem. En soms heb je zo van die mooie... Ontroerende momenten in een, in een gesprek. En dat is echt fantastisch. Ja, en dat kan dat ook heerlijk. heel schoon zijn dat je zo een vraag stelt, omdat dat een bedenking is die jij maakt. Maar dat blijkt toch dat je dan exact de vinger legt op waar dat je moest zijn. Hè? Dat, heb ik al, dat heb ik onlangs bedacht. Dat je zo, je soms denkt van, oh, weet je, mijn, wat doet mijn persoonlijke gedachte ter zake eigenlijk? Waarom zou ik dat toevoegen? Ik moet niet gewoon naar het volgende gaan. En je doet het toch. En plots gaat die persoon open zo. en komt er iets dat je denkt van, wow, dit heb ik op de juiste manier aangeraakt. Dus dat kan prachtig zijn. Ja. Ja, gewoon door heel spontaan te reageren en je eigen gedachten te zeggen. Dan en, dan de, en, dan de en dan zegt die gast, ja ik zou ook nog grauwe groetjes doen. <laughs> maar, sorry, even, even, maar nog één puntje kritiek uh, op je podcast. <laughs> Ik uh, zou ik nog graag uh, één ding willen zeggen. Ik vind het heel goed, maar. Dank u. <laughs> Vindt die podcast heel goed, maar. Wim Oosterlink, uh, het is goed geweest hè man, we hebben het gehad. Tof een t-shirt. Dankjewel, ik heb mijn best gedaan. Ja, speciaal, speciaal voor, voor mij jou aangetrokken. <laughs> ik wist dat ik dacht als die een zilvergrijs, sexy, haar en een nagelak hier binnenkomt, dan kan ik niet afgaan. Black flag, it is. Wim, merci om af te komen, het was, het was mega cool. Een eer. Ik u. heb het gevoel dat wij ook nog vijf uur kunnen blijven doorgaan, uh, maar dat wordt misschien voor de luisteraar wat veel, dus dan doen we dat nog wel eens. Voilà. Ze zijn altijd welkom. Met veel plezier. Dus merci voor af te komen, het is mega Dankjewel. cool. Blij dat je hier geweest bent. Dat was het weer voor ons voor deze week. Ik ben Alex. Dit is Andries. We zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier alleen voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de misdaden. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.